Ben je er überhaupt klaar voor? Dat heb ik helemaal niet gevraagd. Ja, ja ik, ben er, ik ben er helemaal klaar voor. Als ik iets uh, leuk vind om te vertellen, dan is dit het. <laughs> oh, dat is mooi. Um, ja, dit is gewoon weer een Shark Talk. Uh, nummer 93 volgens mij stond op de foto. Volgens mij wel, ja. ja. En met beeld. Dus voor iedereen die nu luistert en denkt, <laughs> oh nee, ik wil wel met beeld. Ja, dat kan dat dus. Gewoon op YouTube en Facebook en al die zoi staat dat online. <laughs> Straks, dadelijk, ergens ligt er een luisteren. Huh, ik moet eigenlijk op adem komen. Ik ben vandaag weer overal heen aan het racen geweest. Maar, uh... Lange dag. Ja, een ja, soort van. Nee, ik heb ook wel uitgeslapen. Ik denk, ik ga vandaag eens rustig aandoen. Want je kunt niet iedere dag sporten. Toch? Ja, um, mm, ik weet niet of dat hier de juiste vraag is. Oké, okay, daar nee, kom ik misschien dadelijk <laughs> nog wel op. Uh, want um, ik zit hier uh, van, vandaag met Erika. Zeg goed hè? Erica. Ja, helemaal. Helemaal ja, ja, nee, niet ingewikkelde naam. Um, uh, want ja. Wij kennen elkaar via een Facebookpagina over dingetjes met rennen. En jij bent ongeveer de meest fanatieke van het stijl. Uh, met heel veel uh, dagelijkse trainingen en dingetjes. En ja, ik denk, ja, we moeten gewoon eens een keer gaan praten. En toen ging je iets geks doen in Amerika. Toen denk ik, ja, dan moeten we sowieso een keer praten. Want dit, uh, dit, moet, dit, voor, dit vereist wat uitleg, zullen we maar zeggen. Um, en jij zei ja, dus ja dan. Krijgen, ja, ja. Als iemand wil luisteren naar uh, mijn verhaal over een Disney, dat is natuurlijk niet iedereen die dat wil, dus. Want... Nee, dus gewoon uitzetten of blijven luisteren. Maak een keuze, maakt niet uit welke. <laughs> uh, maar nee, daar, het gaat vandaag wel echt over sportief zijn, rennen, rennen in, in een bepaald werelddeel <laughs> uh, en ook nog eens heel specifiek uh, uh, bij een pretpark, themapark, 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 voordat ik daar weer boze mensen over krijg. Um, uh, dus ja, ik denk, ja, daar gaan we het gewoon eens over hebben. Vooral over uh, de reis naartoe. Hoe doe je dit? Waarom zou je het überhaupt willen doen? En alle vragen die nog in mijn hoofd komen die ik nog niet bedacht heb. Uh, en zoals altijd is het gewoon een leuk gesprek. Dus je kunt ook aan mij vragen stellen. Uh, oh, helemaal goed. Want ja, ik ben ook een bepaalde route op aan het gaan. Uh, maar misschien is het handig dat jij je gewoon eerst even voorstelt, want iedereen kent inmiddels mijn stem. Maar. Uh, dan kunnen mensen een beetje bijna jouw stem. En dan kan ik een slok thee pakken. Ja, prima, prima. Nou, mijn naam is uh, Erika, inderdaad. Ik uh, ben in het dagelijks leven vooral uh, gymdocent op een VMBO-school. Uh, daarnaast werk ik nog één dag in een kapsalon. Dus dat is weer een hele, hele andere richting. Uh, ja, goed. Sporten heb ik uh, mijn hele leven lang gedaan. Uh, rennen doe ik pas sinds 2014. Um, dat is allemaal begonnen in Maastricht, waar mijn kinderen Maastricht's mooiste moesten rennen. Dat is voor de renners misschien een bekend evenement. Moesten, hoor ook in die zin. Ja, moesten. Dat, dat stond inderdaad in ons programma. Okay. Uh, we wilden graag dat de kinderen vijf kilometer rennen. Uh, en wij gymdocenten stonden mooi te kijken aan de kant. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat niet de bedoeling? <laughs> Uh, maar ja, rennen was nooit mijn favoriete sport op de sporthogeschool al niet. Ik mocht uh, koepertest gelukkig uh, compenseren met kogelstoten. Goed ja. en mijn sprinttijd stond niet eens op de, op de kaart van de beoordeling. Dus dan weet je al een beetje hoe mijn. Uh, mijn renachtergrond is. Maar ik dacht, ja, als die kinderen vijf kilometer moeten rennen, dan uh, kan ik dat ook. En toen ben ik uh, gaan trainen. En zo ben ik een beetje in het, uh, in het rennen gerold tot vijf kilometer. Want dat vond ik toen wel voldoende. Maar vijf kilometer is ook voor heel veel mensen wel echt voldoende. Want dan ben je al vier en een halve kilometer verder dan de meesten. Precies. En wat uh, rende Joest zijn 100 Honderd meter maar, toch? Ja, daarom. Ja, ja. ja. Alleen die stond waarschijnlijk wel met zijn tijd op de kaart. Ja, ja hij <laughs> was vooral van de kaart af op een gegeven moment, volgens mij. Zo snel ging die. Ging die, ging die. Uh, nee, maar ja, als je nou het zegt vijf kilometer, dat klinkt voor heel veel mensen heel ver. Mm -hmm. Maar je zegt al, de kinderen rennen dat ook. Uh, ik denk als je ze gewoon een keer buiten op een speelplek uh, gooit, dat ze ook wel vijf kilometer bij elkaar kunnen rennen. Um, maar dat is echt zo'n zo 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 target wat voor de eerste... Eerste set ook goed is of Zo van het is net ver genoeg om goed moeten worden. Ja, precies, precies. De maar... eerste keer dat ik ging rennen was ook echt. Uh, ja goed, dat deed ik toen met mijn hond nog destijds. Ik dacht, dan heb ik een leuke motivatie. Um, maar de eerste keer rennen, na 2,5 kilometer rennen, dacht ik echt... Wat ben ik nu weer aan begonnen? <laughs> dus toen uh, dacht ik, oké, okay, dat moet ik echt opbouwen. Daar had ik ook helemaal geen schema voor. Ik dacht, ik ga gewoon rennen en ik zie het wel. En... Um, toen ik dacht, ja, oké, okay, vijf kilometer, dan moet ik wel echt heel vaak gaan oefenen om dat überhaupt te halen. En dat ben ik dus gaan doen. En zodoende dat ik wel gelukkig mijn leerlingen die heel snel rennen in het begin, op een gegeven moment voorbij ren en dan kan zwaaien. <laughs> Omdat zij helemaal uitgeput zijn. En dan kom je toch als uh, gymdocent wel goed over de streep natuurlijk. Maar op dat moment was vijf kilometer ook echt dat ik dacht: dit is gewoon het hoogst haalbare voor mij. En ik vind dat prima. Dus uh, ja, dat was op dat moment ook goed. Maar je zegt al, je bent gymdocent, je hebt een beetje een idee hoe het zou moeten, zeg maar. Um, toen ik begon, was het echt zo: ik heb daar nog wat sportkleding liggen. Dat trek ik aan en dan begin ik met rennen. Ja, ja. Ik heb vanochtend nog even opgezocht. Volgens mij kwam ik rond de drie kilometer uit. Uh, en dat deed ik dan gemiddeld 10 minuten over per kilometer, oftewel, je wandelt. Um, uh, er komt wel wat bij kijken. Het is niet zo dat je zegt van ik nou, ga even die vijf. Toen, nee, toen jij begon, was dat, had je wel meteen al gewoon run gear. Ik weet wat ik wil. En, en dat. Of is dat ook? Een... Ja, het voordeel van gymdescent zijn is dat de sportkleren natuurlijk wel in de kast hangen. Uh, ja, en, en renschoenen, sportschoenen heb je altijd wel. aan, Want dat, dat doe je ook je andere bewegingsvaardigheden mee, en vooral als je met de kinderen naar buiten gaat. <laughs> en uh... Ja, verder dacht ik van, ik ga gewoon proberen met de spullen die ik heb, en dan ondertussen merk je van, oké, okay, ik vind het wel leuk, ik wil wat meer. En als je dan de eerste keer zo'n wedstrijdje rent, daarna denk je natuurlijk, oh, ik ga misschien eens wat spullen aanschaffen. Dat is ook af en toe wel nodig, zal ik zo zeggen. Want je merkt wel als je, als je wat vaker rent, dat die schoenen niet zo blijven als de eerste. Nee, precies. En vooral um, als je natuurlijk een beetje hebt gerend, dan merk je dat het heel veel impact heeft op je benen en op je voeten. En dan wil je ook wel even inlezen welke schoenen daar wel geschikt voor zijn. Uh, maar ja, je zegt al, je hebt die, de, de, de achtergrond mee, dus dat helpt al wat, wat makkelijker met zoeken. Waar, waar kunnen mensen. Het meeste, het eigen trek is dat gewoon YouTube en dan gewoon al die filmpjes afkijken. Ja, ze, ze raden natuurlijk de meeste mensen aan om een, een analyse te doen van je voeten. Ik heb hier een hele leuke hond rondlopen. Ja, die zie je net wel, net niet op de video. Ligt een beetje aan hoe ik hem ga, ga inkleuren, denk ik. Echt donker af en toe. Maar, uh, ja, het is gewoon aan te raden dat als je voor het eerst gaat rennen, uh, iedere voet is anders. Uh, er komt ontzettend veel damping op je knieën te staan. Uh, sommige mensen hebben zelfs, zonder dat ze weten, misschien een platvoet of lopen naar binnen. Uh, dus het is gewoon aan te raden om uh, een, een analyse te doen van je voeten. En daaruit kun je altijd gaan kijken van, goh, past deze schoen bij mij? Vind ik dit fijn? Of uh, wil ik misschien toch iets anders uh, wat beter bij mij past? Maar het is echt trial and error, zal ik maar zeggen. Ja, en je merkt snel genoeg als het pijn doet, zal ik het zo zeggen. En Helemaal, dan, en dan ja. is het toch heel vaak, tot het bij de schoen begint, zeg maar. Ja, ja heel vaak. Uh, want bij mij was het ook de, de verkeerde instinct. Ik denk, ja, maar dit ligt gewoon aan mij en mijn gewicht. En uh, het feit ook, ja, ja, dit doe ik ook maar voor de eerste keer of voor de tiende keer op dat moment, of weet ik veel wat. En dan trek je andere schoenen aan en denk je, ah. Het lag dus niet aan al die andere factoren. Het is nee, je echt, kan een wereld van verschil maken. En soms uh, is dat ook best wel prijzig, uh, uh, een goede schoen. Maar uh, dat is uiteindelijk wel de basis die je we wel nodig hebt om fatsoenlijk te rennen. Want zonder goede schoenen, ja, dan gaat het misschien mis of loop je een blessure op die je natuurlijk voor de toekomst wil voorkomen. Ja, maar wat ik wel merk bij, bij heel veel mensen die zeggen van ik, vind, ik, ja, ik wil niet gaan rennen, want ik heb last van de knieën of hè, allemaal terechte dingen. Vooral niet doen als het niet gaat. Uh, maar, maar ook. Um, ja, maar wat, wat is goed, ja maakt eigenlijk niet uit toch. je kunt een kilometer rennen, je kunt tien rennen, je kunt er veertig rennen, gewoon rennen, gewoon eens beginnen, gewoon kijken eens hoe ver je komt. misschien is het honderd meter en dan back off zijn zoals ik was. Nee, precies. En heel veel mensen zeggen ook, hè, ik heb ook heel veel collega's die zeggen ook, ja, ben gaan rennen, ik heb dat drie keer gedaan, ik vind er niks aan, of het lukt me niet, of het, ik vind het te zwaar. Um, en wat je vooral merkt, mensen moeten echt gewoon een paar weken gaan rennen en op een gegeven moment zie je ook dat er wat verbetering komt, dat het wat makkelijker afgaat en dan ga je ook zien dat het leuker wordt. Ik ren al drie jaar. Het, het wordt niet makkelijker. <laughs> niet makkelijker. Nee. <laughs> ik heel heb was. heel veel kilometers dus afgelegd. En ik ga soms ook naar buiten en ik ga rennen. En dan denk ik: Dit was echt uh, niet wat ik wilde. Ja. Dus het kan. Ja, rennen kan makkelijker worden. Maar betekent niet dat het altijd, altijd leuker of altijd makkelijker gaat. Nee. Ja, ik vind dat altijd. Dat is, ik bedoel, als je op een gegeven moment wat vaker dat aan het doen bent. Dan kun je wel zeggen dat je een. Een renner bent, zal ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik ben echt niet de snelste renner, laat het dat duidelijk zijn. Maar ook niet met de traagste. Maar inderdaad, heel veel mensen die dat uh, toch wel een, een drempel vinden. En als je dan zegt vijf, oh, dat is vijf, vijf, is veel. Ja, maar niemand zegt dat je op de eerste dag vijf moet rennen, hè? Precies. Laat staan aan één stuk, laat staan snel. Dat zijn allemaal nog verschillende stapjes. Ja, en iedere kilometer telt uiteindelijk. En wat ik ook heel vaak tegen collega's zeg, of mensen, of vrienden om me heen, uh, die zeggen: ja, hoe begin je dan? Ja, sommige mensen gaan meteen in de straat op die rennen rondje, voelen zich heel erg bekeken vooral, hè, voor mensen die mm -hmm. uh, langsrijden. Ja, wij wonen hier bij een heel mooi natuurgebied. Ik zou zeggen, trek die schoenen aan, je sportkleren en ren eens een stukje in het bos. Je hebt wat om je heen, hè, om te kijken. Je ziet vaak dieren, vogels die fluiten. Je kunt zelfs je muziek opzetten als je dat fijn vindt. Maar het is een heel ander stukje waar mensen zich minder bekeken voelen en ook sneller afgeleid zijn. En daardoor wordt rennen soms wel veel leuker of iets makkelijker, omdat je niet altijd in je hoofd zit. En een zachtere ondergrond, wat voor veel ook wel fijn is. Profijt, ik ren alleen maar op uh, uh, op asfalt, dus voor mij is dat ja, ik ga gewoon niet het bos in. Uh, maar voor sommigen is dat heel fijn, want dan heb je wat meer demping, het voelt wat, wat prettiger en de natuur, het ademhalen is ook een stuk prettiger dan langs auto's. Ja. Ja, uiteindelijk moet je zorgen wat je. Of gaan kijken wat je zelf leuk vindt. Ja. Waar heb je plezier aan? Heb je ook plezier inderdaad aan een podcast luisteren onderweg? Of juist die muziek heb je nodig, of misschien helemaal niet. Heb je een maatje nodig? Heb je geen maatje nodig? Er kan zoveel mm. verschillen in wat jij leuk vindt. Maar je moet alles wel een kans geven uh, om het te laten slagen. En als je wil gaan rennen en je wil het een kans geven, moet je alles gewoon eens proberen. En dan vind je zelf wat je leuk vindt. Ja, ik, was, eh, ik heb een, een tijdje gerend met, met iemand, een goede vriend van mij. Die vond het minder leuk dan ik. Nou, prima. Geen, geen punt, ik ren liever alleen, want dan heb ik mijn eigen tempo, mijn eigen dingetjes en dat soort dingen. Um, dus ja, je kunt dat op zoveel verschillende manieren na het invullen. Sommigen die pakken gewoon een heel rengroepje met tien mannen. Gaan ze, gaan ze op zondagochtend om zeven uur. Uh... Ja, ja, die kom je ook tegen, ja. Ja, ik niet, want ik ren niet om zeven uur s ochtends. Maar <laughs> 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 ja, ik, ik, ben wel echt, uh, ik hou wel echt van s'morgens rennen, inderdaad. En vooral uh, hier op de hei, waar nog het s morgens de reeën in het veld staan. Dat vind ik natuurlijk het allermooiste om te zien. Maar daarom moet je inderdaad gaan vinden wat je, ja. wat je ook echt bevalt. En de ene rent liever alleen. Ik ben ook graag alleen als ik ga rennen. Want dat is gewoon mijn, mijn afschakelpunt. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En als je dan al de, eh, nog de hele dag voor je hebt... ook waar je weer allemaal dingen moet doen... en je doet dat ochtends... in je eigen tempo, ritme, opstart. Precies, ja. ja. Um, je zegt al, dan, dan ga, je, ga je vijf kilometer rennen. Ergens heb je dan zoiets van ik vind het eigenlijk wel leuk, want dan ga ik geen vijf kilometer rennen, laat het eerlijk zijn. Ja, ja. En dan? Ja, op het huh? moment uh, dat ik begon met rennen ben ik inderdaad. Uh, ik, ik was uh, ook een, een stukje flinker in die tijd en toen ging ik rennen en toen merkte ik ook dat dat heel veel effect had op mijn uh, lichaam. Uh, ja, dus dan vind je het nog leuker, want er is nog een bijeffect natuurlijk. <laughs> die niet heel vervelend is om te nee, zeggen. Precies, ja. precies. Uh, ja goed, en dan ga je vijf kilometer rennen en dan ga je eens om je heen kijken van goh, ja, wat wil ik daar eigenlijk mee? Wil ik alleen met die kinderen rennen of is er meer te doen? En uiteindelijk uh, ren je dan een paar keer het sommerstijds mooiste en dan komt er iets anders op je pad en denk je, maar dat is leuk. En dat was uh, de eerste wedstrijd die georganiseerd werd in uh, Disneyland Parijs. Ja, want mensen, daar gaat het weer over. Degenen die het fotootje hebben gezien, hebben dat al kunnen zien. Er staat niet, niet Disneyland Parijs op, maar dan zag je het thema. Maar dan komt dat op je pad. Hoe komt dat op je pad? Is dat gewoon. Uh... Ja, ik het uh, van Vertellen. Toen ik een, een beetje in het rennen uh, ja, ging verdiepen, toen kwam ik natuurlijk ook bij heel veel bekende mensen. En er waren een paar radiodietjes en een paar dames die uh, via YouTube bekend waren. Die gingen meedoen met de halve marathon van Disneyland Parijs. En dat was echt een week voordat het begon, kwam ik daarachter. Dus die hadden daarvoor getraind en uh, die lieten <laughs> dat allemaal zien. En ik zag die filmpjes. Ja, uiteindelijk was die race ook. Heb ik daar weer filmpjes van gezien. Uh, Michiel Veenstra is daar eentje van die mm -hmm. uh, mee heeft gedaan. En uh, Domine heeft meegedaan en nog een paar andere dames die ik dan volgde via Instagram. En toen dacht ik, ja, maar dat is wat ik wil. Dat lijkt me zo leuk dat ik in Disney kan rennen. Maar je kunt natuurlijk ook de 5 km of de 10 kilometer rennen. Maar toen dacht ik van ja, als ik dan ga rennen, moet ik een doel stellen. En wat heb ik nog niet gerend? Een halve marathon. En toen ik mijn moeder dat vertelde, dacht ze: nee, dat, dat, ga je een halve marathon rennen? En jij die rennen nooit leuk vond, ja, ga het maar doen. Laat maar zien of het lukt. En zo is het en een beetje begonnen, Van 5 naar 21 is ver, mensen. Dat is echt nog wel een afstand. Dat is inderdaad een heel groot verschil. Maar je hebt een doel. Precies, precies. En verander je dan uh, in hoe je, hoe je aan het rennen bent? Is dat dan letterlijk een ander soort run die je iedere dag doet? Ja, het begint natuurlijk als je een beetje in het rennen zit, dan ga je uit de deur en denk je: oké, okay, ik ga gewoon rennen en ik zie wel hoeveel het vandaag wordt. Ja, dat of het beetje... kilometer stellen of je tijd ja, stellen, ja, een die... beetje afhankelijk van. En meestal was het bij mij: nou, ik wil vandaag gewoon lekker rennen en ik, wil, ik hou wel van de hele getallen. Dus het is altijd een vier <laughs> of een vijf of een zes en een half. Of in ieder geval dus, je wat uh, op het juiste moment stopzetten en daarna alsnog rennen. Ja, precies, zo'n dingen. <laughs> maar ik ben inderdaad ook van de, van de hele getallen. Dus dat was het vaak Dan ging ik rennen als het goed ging. Ja, dan was het uh, dan eens een keer een zes. Uh, ik had wel eens een keer al buiten uh, uh, wat langer gerend, hè, 10 kilometer, omdat het dan een keer heel goed ging. Maar ja, ik heb ook dagen erbij dat ik na drie kilometer dacht: dit gaat hem gewoon niet worden. Maar op het moment dat je een schema voor jezelf gaat maken. en je weet dat er op een bepaalde datum dat doel is om die halve marathon te rennen. Dan voel je ook wel dat je iedere keer wil werken naar dat doel. En het mooie van die eerste keer was dat je iedere zondag, of in ieder geval niet iedere zondag, maar om de zondag ging je een stukje verder rennen dan dat je de vorige keer had gedaan. Dus waar je een keertje 12 had gerend, ging je op een gegeven moment 14 rennen. En dan kwam er een zondag dat je 15 ging rennen. En dan kwam er een zondag dat je 16 ging rennen. En dan kwam er een zondag dat je 17 ging rennen. En dan ren je tot 18. En toen dacht je: oké, okay, de volgende stap is de halve marathon. Dus op het moment dat je zoiets gaat rennen en je komt ook verder in die race dan dat je ooit getraind hebt, dat gevoel, ja dat is onbeschrijfelijk. Want dan ga je over je eigen ja, kunnen heen voor jouw gevoel. Je gaat zoveel meer doen dan dat je dacht dat je kon. Maar dan, dan ben je vijf ging, zes ging, dat, hè, dat heb je al een keer gedaan. Je hebt dat videotje gezien, dat wordt gepost, zeg een paar weken nadat die race is geweest dacht je toen, ik ga hem ook het jaar daarna rennen. Ja. Dus je wist, ik heb 52 weken, min nog een beetje aan het begin, zeg maar, plus niet de dag zelf. Dus, die dus je hebt ergens, zeg, 45 tot 48 weken tijd. Ja, en op dat moment denk je eerst ook, oké, okay, ik ga eens even uitzoeken hoe dat zit. Is dit ieder jaar? Hoe werkt dit? Hoe moet ik het schrijven? Het was allemaal nieuw, want het was toen de eerste keer, 2016 geloof ik. Het was allemaal nieuw, dus ik wist helemaal niet hoe het werkte. Maar ja, dan ga je dat uitzoeken. En toen kwam ik erachter, oké, okay, bellen. Team bellen naar Disney, ik wil me inschrijven. Geboekt, alles gedaan. Ja, en dan weet je, oké, okay, ik heb het nu vast aan. Nu, moet, nu je... moet ik ook echt ja, gaan trainen. He. Maar omdat je iets zo, ik wilde het zo graag, vind je het ook echt heel leuk om daar naartoe te werken. Want je voelt gewoon dat je groeit en dat je beter wordt. En je denkt, hoe ver is het als ik dadelijk over die streef ga en kan zeggen, ik heb een halve marathon gerend. In Disney ook nog eens keer. Ook nog. Op plekken waar andere mensen niet mogen komen, ja misschien moeten we even wat context geven aan Disney misschien want dat hebben we eigenlijk helemaal overgeslagen komen we wel weer terug op dit, op dit gedeelte waarom Disney waarom niet gewoon uh, Rotterdam Amsterdam uh? um, ja Disney heb ik altijd heel erg leuk gevonden uh, mijn vader zat vroeger bij de marine dus als hij naar Amerika wel eens ging dan nam hij me ook altijd alle videobanden videobanden hadden we vroeger ja. uh, die nam hij me ook allemaal mee dus ik had heel veel films uh, heel vaak met mijn moeder ook uh, naar Disney geweest uh, Uiteindelijk uh, ook met mijn man uh, een paar keer in Disney geweest. Uiteindelijk heeft hij mij daar ook ten huwelijk gevraagd. Ah. En dat is gewoon altijd een plekje is wat ik gewoon heel leuk vond. De sfeer, de muziek vooral van de film spreekt me altijd heel erg aan. Ja, en toen ik dacht, ja, als Rennen en het stukje Disney samen kan komen... Ja, dan is dat hetgene wat voor mij op dat moment het ultieme doel was... En toen dacht ik van ja dit, dit wil ik. Ja in Amerika wordt uh, Run Disney al langer gedaan. Ja, ja. Uh, 2016, wat je zegt, was het voor het eerst een prijs. Daarvoor kon je ook niet bedenken dat je kon gaan rennen door Disney. Ik bedoel dat. Nee helemaal niet. Dat nee, werd nee. helemaal niet in een, in een park gedaan. Uh, daar had je gewoon hè, Rotterdam kon je rennen en Amsterdam kon je, ja. kon je rennen en dan nog wat, uh, wat andere dingen natuurlijk. Die bekend staan, zou ik het zo zeggen. Maar ja. Disney en rennen associëren met elkaar, dat, dat, dat heeft een lange tijd geduurd, zullen we maar zeggen. En nog steeds even mensen die het nog niet weten. Ja, Want als dat je het soms vertelt, leuk, ja. dan denk je, he, kan dat? Mijn leerlingen zeggen van hu, kan ik door Disney rennen? Ja, dat ja, kan. Dan nou, moet je gewoon 27 jaar werken met de salaris wat je nu verdient en dan kun je dat betalen. Ja. Um, nee, maar ja, ja, het, 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 het kan. Het is. De, 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 de makkelijkheid, en dat is ook wat, wat, wat Veenstra vaker in hun podcast uh, heeft gezegd. Het wordt niet makkelijker. De, Disney, de Run Disney is zo toegankelijk. Mm -hmm. Je kan bijna iedereen aan meedoen als je weet wat rennen is. Precies. En mee hoef je niet te weten of niet te kunnen. Gewoon, je moet iets, iets sportiefs <laughs> aantrekken en die kant op gaan. Dan lukt dat wel. En geld hebben, want het is niet goedkoop. Um, dan zeg je van nou, dan, de, de, dat. dat, dat dat komt allemaal samen. Hè. Het rennen wat al lukte, de voorliefde voor Disney. Je hebt je aangemeld, je hebt de target gesteld. Dan ga je ergens eens plannen over hoe je in die 48 weken bijvoorbeeld je doel kan bijstellen. Bij Want je doel was eerst ja, 5 kilometer ja, moeten kunnen, 6 ja, kilometer moeten kunnen. En nu moet het opeens 21 kilometer kunnen. <laughs> Heb je daar ergens adviezen in gewonnen of is dat gewoon online zoeken... Hè? Ja, en ondertussen ben ik heel erg gegroeid. Maar in het begin is precies wat je zegt: hoe ga je dat aanpakken? Ja, het eerste wat je dan doet is bijvoorbeeld kijken op sites als van de Runners World of uh, van bepaalde rennsites kijken wat zij voor schema's hebben. Um, daar heb ik gekeken naar uh, een schema voor de halve marathon en dat ben ik eigenlijk een beetje gaan aanpassen naar de dagen dat. Ik sport of de dagen dat ik ging rennen. Nou, dat waren drie dagen in de week. En zo heb ik het eigenlijk een beetje aangepast uh, zoals het voor mij werkte. Zodat ik altijd op zondag de lange run deed. En dan nog op, uh, ik geloof toen de dinsdag en de donderdag, de andere twee runs. En als je dat schema af hebt, dan was het enige wat ik nog dacht. Van, nou, als ik dit volg, dan kom ik al wel. Want het bouwt zich op. Dus dan zal het uiteindelijk goed komen. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook zo'n zo, zo, zo dingetje zo van... Je, je gaat niet 21 in één keer rennen. Die nee, drempel nee, nee. Die moet je voor jezelf echt niet neerzetten, want dat is waanzin. Dit gaat een stappen. En soms heel traag, en soms heb je een terugval. En soms gaat het net wat mm. makkelijker, omdat je wind mee hebt, bijvoorbeeld. Ja, uh, ook. Maar een andere keer heb je wel echt, echt wind tegen. En dan denk je ook van dit, ja, ik kan nu wel gaan rennen, maar dit heeft echt vrij weinig zin voor niemand. niet. Nee, totdat precies. je er doorheen rent en dat je denkt. Ik ben wel sterker geworden ten, ten opzichte van de vorige keer. Ja, ja, ja. Dus dat helpt natuurlijk ook wel. Nederland is natuurlijk een, uh, niet, niet zozeer een renland, denk ik. Hè? Door, uh, uh, in de steden wordt wel wat gerend, in, uh, in de parkjes en dat soort dingen. Ja, precies. Um, je gaat hier naar buiten. Dat is redelijk heuvelachtig. Ja. Nou, in Limburgse termen zijn bergen hier. Ja, <laughs> ja heel veel verschil. Um, uh, heb je daar dan moeite mee? Als ze zijn van, ja, maar hier staat er ook 7 kilometer moet rennen. Dat zou best makkelijk moeten gaan. Maar dan begin je hier een berg op te rennen, denk je nou. Dat is lang zo'n 7 kilometer. Ja, in het begin, ik, ja, wat ik al zei, ik ren heel veel op de hei. Dat bestaat sowieso uit heel veel bergjes, maar ook heel veel loszand. En dan weer een stukje asfalt, dan weer een stukje grind. En wat ik heb gemerkt, ook nadat ik getraind heb voor die halve marathon, doordat je op zoveel verschillende manieren traint. En ook die bergjes meepakt en ook de verschillende ondergronden. Uh, lukt het ook om op andere plekken te rennen? Want als jij een vlakke run ergens zou doen als race, dan is het alleen maar makkelijker, want dan hoef je niet die bergjes op. Dan zijn er mensen die trainen alleen maar op platte uh, gronden of bijvoorbeeld uh, ja, op een atletiekbaan. En als je dan gaat rennen en je komt een berg tegen, dan, ja, dan wordt het wel dubbel zo zwaar. Dus als je dat in je voorbereiding wel meeneemt, ja, dan heb je alleen maar voordeel in mijn ogen als je een race gaat rennen. Maar zet je dat dan ook in dat schema? Dat tot je, tot je zegt van de ene keer wil ik wat vlakker rennen en de andere keer wil ik... Nee, dat doe okay. ik niet. En waarom niet? Um, het allerleukste aan rennen vind ik om gewoon te gaan. En ik weet in mijn hoofd hoeveel ik wil gaan. Dus de afstand, dat mm -hmm. is bij mij altijd het belangrijkste geweest. Ik, ben, uh, ik vind het superleuk als ik een hele goede tijd ren. Maar afstand staat bij mij altijd voorop. En als ik die afstand ren, dan ben ik ook heel blij dat ik dat gedaan heb, dat het gelukt is. Uh, maar het leuke aan rennen vind ik dat ik ga, ik ga de deur uit of ik ga de hei op of het bos in, wat dan ook. En als ik zeg ik ga dit pad in of deze straat in, dan ga ik die straat in. En als ik zeg oké, okay, nee, uh, ik weet dat dat paadje heel erg los zand is, daar heb ik nu geen zin in. Nou, dan ga ik even de andere kant op, want ik weet dat die makkelijker is. En als ik denk oké, okay, ik heb vandaag extra training nodig, nou dan pak ik die berg wel mee. Dus gewoon de vrijheid in het rennen daarin, dat vind ik het leukste. Ja, het is natuurlijk wel vrijheid. Maar aan de andere kant, je moet wel die kilometers ja, tikken, wel. want je wil nou. wel het doel behalen. Dus dat is, dat is wel dan die dagelijkse of wekelijkse struggle, dat je zegt van nou ja, maar. De, de, mijn papiertje zegt wel dat ik vandaag die 14 moet aanhalen, eh, aanraken. Precies, en dan moet, moet je het wel leuk maken voor jezelf. En als dat nou is, in wat ik al zei, of dat nou met een muziekje is wat je op hebt, of dat je zegt, ik vind een bepaalde route heel leuk, of ik weet dat langs deze route een bepaald iets is wat me aanspreekt, of dat nou dieren zijn, of misschien een bepaald huis waar je vrolijk hmm. van wordt, of uh, een hele rij bomen wat in de herfst super mooi uitziet om uh, langs af te rennen. Dan pak je dat pad. En dat vind ik het leukste aan rennen om het zelf leuk te maken. Want als je iedere dag hetzelfde rondje zou rennen, dan heb je het op een gegeven moment wel gezien. En dan wordt het in je hoofd moeilijker, denk ik, om die kilometers te behalen. Ja, nou, ik, ik, ik zit daar deels hetzelfde in. Maar ik ren wel altijd hetzelfde rondje, buiten het feit dat dat natuurlijk qua afstand verschilt. Hè, de, de ene keer doe ik kort, de andere keer doe ik lang. Uh, maar dan kun je je eigen hoofd bijna gaan tellen, ben ik sneller? of Minder snel, of zit er bepaalde moeilijkheid dingen in, zeg maar? Omdat je dat iedere keer op dezelfde manier haalt, is dat meetbaar bijna in je hoofd. En, en dat je... is toch het leuke van rennen? Want nu zie je dat iedereen er zo anders ja, mee ja. omgaat. De ene wil het liefst iedere keer naar hetzelfde rondje doen om te weten waar die is, of om juist af te schakelen, want ik weet deze route. Mm -hmm dus en de, ja goed dus ja. dat is één manier en de ander zegt ja nee ik wil gewoon iedere keer uh, zo afgeleid zijn van waar ik mee bezig ben en lekker afschakelen op een uh, manier dat ik gewoon een route ren die ik niet ken en dat vind ik het leuk aan rennen dat het voor iedereen eigenlijk mogelijk is ja, daar, ja op een bepaald aantal mensen na die die gewoon echt niet willen of niet kunnen en de rest is gewoon ja je kunt je kunt wel moet je alleen even schoenen aantrekken en gaan um, dan zeg je van dan, dan ga je dat naartoe werken, maar je zegt iedere keer die 21. Maar Disney heeft ook de vijf en de 10. Ja, <laughs> ja, en waarom ik dat heb gedaan? Um, ik, weet eigenlijk, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik dacht als Michiel Veenstra en Domien en al die dames die ik volg met zo'n hele mooie grote ja, toen nog gouden medaille met Mickey en een kasteel erop kunnen lopen... dan wil ik dat ook. En op dat moment was dat het hoogst haalbare in Disney... wat ik dacht dat je dus kon behalen. Dus dan moest het die worden? Dat waren ja, dan, dan, ja. En heb je dan ook, want dat is natuurlijk wat in Disney mogelijk is... heb je dan ook de vijfde tien ook gedaan? Of heb dan je... ga ik je nou sterker vertellen. Ik was ontzettend trots op die halve marathon medaille. Ik ben, was op dat moment nog nooit zo trots op mezelf geweest... Hm? om iets te behalen als dat... En dan loop je daar. En toen dacht ik, waarom hebben die andere mensen zoveel medailles om hun nek? Waarom heb ik er maar één? En hebben deze mensen er gewoon een stuk meer? De en niet die alleen, is, niet alleen is ook... een vijf en een tien. Die hadden er nog meer. Ja. En toen dacht ik, dus er is meer. En dan kom je in zo'n rabbit hole waarvan je denkt, oh fuck. Ja, en daar zitten we in. Ja, want uh, uh, dit was dan 2017. Uh, ja, 2017 heb ik de halve marathon gedaan en 2018 en 2019 de 36 km challenge. Ja, dat betekent dus dat je de 5, de 10 en, en de, de 21 halve. rent. Uh, wat bij Disney betekent dat je op vrijdagavond de 5 rent, de ja. zaterdagochtend de 10 en de zondagochtend de 21. Precies, ja. Dus het is niet zo dat je in één stuk 30 hoeft te rennen. <laughs> Ander verhaal, komen we dadelijk een call Maar um, uh, drie losse races. En als je die alle drie rent, krijg je nog een extra. Ja, yep, Challenge bij. medaille, ja. Ja, is dat een warmlooprondje voor jou? Die vrijdag en die zaterdagochtend? Uh, de halve marathon zal nooit een warming-up rondje zijn. Dat heb ik wel geleerd. Dat, nee, maar dat, dat de is zondag. een stukje. Ja. Uh, of ja, in ieder voor de zondag ja. de halve marathon was in dit geval de kers op de taart, ik zo zeggen. Mm -hmm. Die tien die uh, heb je alles gezien. Dus dan denk je, oké, okay, dat gaat wel goed komen. Moet ik even doorbikkelen? Maar dat kan. De vijf, dat zijn altijd je oefenrondjes geweest. Dus daar weet je wel van op vrijdag... oké, okay, als ik dit ga doen, dat doe ik lekker op mijn gemak. Dat komt wel goed, dat heb ik vaker gedaan. Dus dan heb je wel gelijk, dat is meer dan... inderdaad, je warming-up. Ja, dat klinkt de, als stom, de maar... Het is, ja, voor de terwijl Ja, het... voor sommige mensen... Hè, er zijn heel veel mensen die de vijf kilometer gaan doen... in een Disney of in, in een Parijs. En dat is voor hun op dat moment het ultieme doel. En mm -hmm. dat vind ik ook fantastisch, want iedere kilometer die je zet is Gewoon ja, supergoed als je dat haalt, maar voor mij was dat in mijn trainingsschema, inderdaad. Even een warming up naar die 10, wat ik op dat moment toch nog altijd wel bikkelen vond. En ja, en dan is die halve erachteraan dan nog een stukje verder uh, na twee dagen, dus dat is dat is wel echt even doortrainen. Maar je weet dat je ooit die halve alles gedaan hebt, dus waarom kan ik het dan niet nog een keer? Ja, maar dat is dat uh, uh, dat. Dat is gewoon dat, dat daarvoor heb je getraind. Precies. Ja. En omdat je daarna getraind hebt, heb je de rest sowieso al behaald. Dus je weet dat je dat kan. Alleen het is niet makkelijk om even de 10 nog even te, te rennen. Waar ik wel nog een vraag over heb. De eerste keer heb je de 21 gedaan. Mm -hmm. Had je toen een heel weekendprijs geboekt? Um, ja, we zijn volgens mij wel toen op. Uh... Nee, we zijn volgens mij inderdaad op zaterdag gegaan. Toen hebben we die zondagochtend gerend. En dan, ja. na het park. En die maandag wij, zijn we ook nog daar gebleven. En uh, maandagavond geloof ik toen teruggereden. Dus uh, gewoon een, een korte, kort weekendje gemaakt. Kort weekendje, maar Disney. <laughs> Heb je iets van Disney gezien dat eerste, die eerste keer? Jazeker, we zijn okay. gewoon alle dagen de, de parken gewoon in geweest. Okay. Ja. Heb je toen ook je meter aangezet, hoeveel kilometer je hebt gelopen? Nee, nee dat okay. heb ik toen niet gedaan. Maar ik weet wel dat als je en gaat mm. rennen daar en uh, de parken doet, dat er wel uh, genoeg stappen zijn. Uh, Voor de rest van het jaar. Om, uh, en, en wat extra te eten. Ja, ook dat, nou, dat, dat verzorgen ze vanzelf goed met al die suikers die er staan. Holy shit. Uh, want het jaar daarna, en het jaar daarna, ren je de 5, de 10 en de 21. Mm. Met die ervaring van de eerste keer ben je toen anders naar die parken toe gegaan. Um, nee, eigenlijk niet. Uh, het voordeel is dat hier de races hè, om zeven uur morgens starten in Parijs. Uh, dan ben je ja, voor de vijf kilometer of de vijf kilometer is dan wel het s avonds. Mm -hmm. Ja, dan kun je overdag naar het park, maar dat is natuurlijk een keuze. Uh, maar die uh, zaterdag en zondag die starten natuurlijk om zeven uur s morgen, Dus Je bent op tijd weer terug. Dan kun je even lekker douchen, even relaxen. Ja, misschien even voor de mensen die niet niet helemaal uh, uh, daar in zijn. De vijf kilometer kun je ergens tussen de 25 en 30, denk over het algemeen, met de meeste mensen wel re makkelijk rennen. Denk ja, er zijn mensen die er, als mensen er een uurtje over doen, ook nog prima. Dan ja, ben je nog altijd in de ochtend terug. Nee, de, de vijf kilometer. Mm -hmm. Dus dat is de avond. Ja, ja, maar dan ben je... Uh, sorry, ja. <laughs> ja dan ben je vijf. ook nog steeds voor de ochtend terug, maar dan heb je heel lang gewandeld. <laughs> nee, ik bedoel, ja. de, de avond, de vijf kilometer na, dan ben je ja, voor de avond nog op ja. tijd terug. Dus, ja. Maar de meeste mensen gaan dan nog relaxen vooraf. Ja. En die anderen inderdaad. En dan de, 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 de zeg je zegt dat je er maximaal een uur over doet. Mm -hmm. Dat is bijna een wandeltempo, hè, vijf kilometer per mm -hmm. uur. Dus daarom dat ik zeg rennen, ga ik ervan uit dat je net iets sneller bent dan het uur. Um, dan ga je slapen. Socht vroeg, zes uur ongeveer je nest uit, om op tijd een beetje bij de, bij de start-finish te zijn, denk ik. Start te zijn, finish is een andere plek. En dan ben je met de tien kilometer ben je ongeveer een uur tot anderhalf uur, tot twee uur, een beetje afhankelijk van hoe je hem rent. Ja, een, uh, en startgroep. Uh, ja. Mensen vergeten natuurlijk ook. Um, de starttijd is misschien inderdaad om zeven uur. Maar Run Disney wil heel graag dat je op een bepaald moment natuurlijk uh, al in je startvak staat. En dan sluiten die vakken ook. Dus je moet vaak al uh, een stuk eerder daar zijn. Dus vergeet niet dat je soms al een uur in je startvak staat. eer jij. eerst de schot hoort. En dan ligt het er nog aan in welk startvak je staat. Want dat gaat iedere keer per wave, dus om en om, gaan iedere keer groepjes starten. Dus het kan zijn dat als je in een later startvak staat, dat je best nog even staat voordat je mag gaan. Ja, <laughs> inderdaad. Die was ik nu alweer vergeten. Dat heb ik echt weggedrongen volgens mij. Wij stonden in D volgens mij, of zo. Ja, ja dat, en ja, heel veel mensen zeggen, het vroege opstaan vinden ze vervelend. Ik vind zelf altijd het lange wachten, dat je het startschot hoort... Dan wil je gewoon gaan. En, inderdaad, en jij moet blijven staan. Ja. En dan zie je is iedere keer zo'n groepje voor je vertrek en jij denkt. Precies. <laughs> ja, het is vier minuten tussendoor of weet ik veel. Twee minuten tussendoor en dan moet je weer wachten. En dan op een gegeven moment gaat je jou, jouw vak en dan ben je nog niet aan de beurt, want er zijn de eerste mensen voor ja, je aan de beurt. Ja, dat ja. doe het Vond je het zelf vervelend uh, dat de vijf kilometer s'avonds was en dat je de ochtend daarna meteen die tien moest? Nee, het interesseert me echt geen rol. Okay. Dat, ik denk dat ik achter elkaar kan rennen dat klinkt heel overdreven en toen al ook... zo, mm -hmm. maar echt gewoon die vijf is voor mij ook dat opwarm rondje. Ondanks dat ik helemaal kapot kan zijn na vijf als ik heel snel ren, mm -hmm. want dat doe je niet, want je weet gewoon dat je de volgende dag ja, nog een keer precies, moet. Ja. Dus <laughs> helemaal slopen op die vijf ook niet. Maar toen ik, bedoel, ik heb hem pas één keer gerend. dus uh, <laughs> even verschil. Hè? Ik was één keer. Um, uh, uh, goede vriendin van mij was mee, Antoinette, en volgens mij heb ik daar wel geen podcast over een week niet meer. Maar um, nou, binnen een kilometer zei ze al van ga maar. Want jij rent zo snel. Mm -hmm. En ik had die focus, oordopjes in, of één oordopje in, ik weet niet meer hoe ik toen, toen heb gerend. Muziek aan rennen rennen, rennen. Terwijl ik iedereen om me heen zag ik op een gegeven moment wandelen en stoppen voor fotomomenten. Terwijl ik wil door. Dus op een ja. gegeven moment ben je echt tussen groepen door aan het rennen die al mm -hmm. voor je zijn vertrokken. En op een gegeven moment was ik bij mensen die een A begonnen aan het inhalen. Toen ik denk, ja. wat, wat heb je gedaan dan? Ik ben, ik ben niet zo snel, toen zeker niet. Nu nog steeds niet zo, maar gewoon als een zijnde van wat heb je gedaan? In die, in die hele tijd wat je net noemt. Mm. Al die minuten dat je dat, dat hun al vertrokken zijn. Ja, dat zijn mensen die of willen wandelen, of willen genieten, of uh, fotomomenten willen meepakken. Want dat is bij Disney natuurlijk extra bijzonder. Ja, ja, dat, dat je met allemaal characters op de foto kan. Maar ja, dat staat een rij. En moet je dus wel wachten. Mm. En ben je dus niet aan het rennen. En ik kom om te rennen, niet om te wachten ja, ja. of om op <laughs> foto's te staan. Dus ik heb ook dit hele. hele uh, uh, kasteel heb ik volgens mij niet gezien. Dus <laughs> <Doorgerend>. <laughs> en, en ergens voelt het ook wel goed als je mensen van eerdere startvakken oh. inhaalt. <laughs> Zolang de mensen voor je rennen en daar kun je naartoe rennen, dat, dat helpt. Dat is echt ook hoe Precies. iedere sport natuurlijk het heeft. Ik bedoel, dit, uh, deze periode is ze uh, Olympische Spelen bezig. Mm -hmm. En dan zie je zo vaak ook met schaatsen dat ze... Eigenlijk wil het dat de ander net nog dat laatste rondje voor ze uh, schaatst, zodat je daar nog heen kan en dan eroverheen, erop, eroverheen. En dan, ja, ja en dan, precies. Dat inderdaad. voelt heel goed. <laughs> maar aan de andere kant denk je ook, ja, ben ik hier nou om te rennen of ben ik hier nou voor Disney? En dat is denk ik wel een, een dingetje in Disney wat heel lastig is. Voor iedereen zal het ook anders voelen. Ja, en, inderdaad. Ja. Uh, en wat je zegt, de eerste keer, je ging... Uh, voor die 21, je, die, die overleef je. Die, die succesvol afgerond. Je krijgt die medaille en je kijkt daar rechts langs je en dan ziet er iemand met vier staan. Dus je denkt, fuck Dat is echt. Ja, hele, helemaal. Het... Oh ja, toen ik dat zag, dacht ik ook van, wat, wat is hetgene wat ik moet doen om die allemaal te krijgen? Ja, en dan uh, realiseer je dat die mensen na drie races achter elkaar rennen. En dan denk je, ja, als ik al getraind heb voor een halve. Die dan andere twee ik, vallen er ook in. Ja. Dan kan ik er misschien ook wel die andere twee voorplakken. Maar je zegt, je past niet je, je, je dag erop aan. Dus dat betekent dat je dus op vrijdag al naar, naar Disney bent gegaan. Misschien mm -hmm. zelfs donderdag. Daar het park in gaat. Dan even nog een vijf rent. Dan een paar uur gaat slapen. Dan de tien gaat het rennen. Dan weer, weer het park in. En dan de volgende ochtend de 21 en misschien dan nog een keer het park in. En ik weet niet of je dan maandag bent gebleven met een maandag weer Hoe Hoe doe je dat? Ja, een voordeel is wel um, dat ons park uh, ja, best wel loopbaar is. En dan moet je toch wel heel veel stappen zetten. Maar um, het is allemaal wel te doen. En als je dat niet wil, zou je eventueel nog met bussen natuurlijk naar het park kunnen gaan. Um, wij zijn hier wel uit een heel sportief huis, dus uh, we zijn wel gewend om wel na onze runs ook nog te wandelen, hè, met de hond bijvoorbeeld, dus het zit er wel al een beetje in omdat als we een lange run hebben gehad, dat je die middag niet hier op de bank uitgeput gaat liggen, maar okay. dat je nog iets gaat doen. En ik denk dat, dat je dat wel moet meenemen in je trainingen. En als je zegt van nou, ik vind uh, deze challenge echt heel leuk om te doen, hè, de 36 kilometer challenge, maar ik weet dat ik ook rust van mijn voeten nodig heb, zou je altijd besluit kunnen nemen, oké, okay, ik ga die zaterdag niet het park in. Uh, ik doe het s'avonds nog lekker een rondje in, uh, bij de winkeltjes... of ik ga nog even een beetje rond het water lopen. En je neemt die rust en na de halve marathon denk je... oké, okay, nu heb ik alles behaald, dan ga ik nu het park in. Want dan weet de tenminste dat ik uh, alles heb wat ik wilde hebben. En dan kun je die keuze ook maken. Dus het moet echt bij je passen en bij je training... Maar het is goed dat je het wel zegt, want heel veel mensen realiseren zich niet dat als je in Disney bent, je alles wil zien, maar ook nog die runs moet doen. En dan moet je wel getraind zijn op die voeten. Ja, en als je alleen bent, single of een duo zonder kinderen, dan heb je redelijk veel inspraak, denk ik. Ja. <laughs> maar met kinderen kun je niet zeggen: we gaan vandaag de hele dag niks doen. Nee, nee, nee. Dat, dat is ook niet echt op. Dus er denk, is dan. ook een keuze voor mensen om te maken. Hè. Ga je inderdaad hè, met een heel gezin? Of zeg je nou, we nemen een, een, een opa en oma mee waar de kinderen mee eh, op pad gaan? Ja, nog een maar keer er zijn... 150 euro per ticket erbij. Ja, ja het is allemaal niet goedkoop, <laughs> absoluut niet. En dan is het soms uh, ja, voor het feit uh, dat je misschien inderdaad, hem alleen of met z'n tweeën gaat, want het kost allemaal veel geld. Maar dat zijn doelen die je stelt. En voor de ene is dat uh, hè, misschien in het buitenland een bepaalde marathon. Alles kost geld en als je echt dat doel hebt, dan weet je ook waar je voor spaart en waar je het voor doet. Maar realiseer je wel hoeveel uh, geld en tijd en trainen in alles gaat zitten. Ja, de, want uh, wel, ik vind het wel heel belangrijk om dat iedere keer te benoemen. Het verschil met Disney run en met een andere run. Een andere run, ga je, je gaat naar Berlijn, dan ga je rennen mm -hmm. en je gaat naar huis. Nou, prima, een hotelletje gepakt en zo. Maar je betaalt geen entryprijs voor het park. En dat is hier nog bovenop. Dus naast wat je entry betaalt om de run te mogen doen. betaal je ook nog de entryprijs van het park. Dus je kunt ook zeggen: Van ik doe alleen de Disney-run. Ja. Voor ja. Disney. Ik vergeet eens welke volgorde ook was. Uh, weet ik niet meer. Ja, Amerika, Amerika noemde het Run ja. disney ja. inderdaad. Um, uh, zodat je. Uh, je kan dus ook zeggen: Van ik ga gewoon een, een partnerhotel pakken. waar dus niet de ticketing mm -hmm. in zit. Mm -hmm. Ik ga drie dagen. Hè, uh, uh, gewoon werken om die doelen te behalen. En ik pak dan nog één of twee dagen erachterna op het park, op het resort... en ik pak dan nog tickets, want dan kan ik de hele dag ervan genieten. Want ik, dat, ik vind dat wel zo'n cirkel waar ik nu nog zelf mee zit. Zo van, ja, als je echt back-off of herstellen wilt op die zaterdag... Mm -hmm. dat is gewoon heel veel geld dat je weggooit. Ja, en je kunt het inderdaad zo aanpassen als je zelf wil. Als je zegt, ik wil die runs doen... Uh... En ik wil alles, ja dan kun je ook zeggen, ik ga inderdaad ik heb toch tickets voor die zaterdag en die zondag en misschien nog de maandag blijven. Nee. Um, wat ik het fijnste vind, maar dat is persoonlijk, er zijn natuurlijk ook hotels en dan praat ik even over Santa Fe en Cheyenne. Dat zijn natuurlijk de twee uh, goedkopere hotels die meteen op loopafstand liggen van, uh, van het park, maar ook van de start. Uh, het fijnste is dat je het s'morgens vroeg daarheen kunt lopen. Want er rijden niet altijd overal de juiste bussen van de uh, zusterhotels naar de start. Ah, yeah. En doordat wij... Ja goed, ik vind zelfs Cheyenne heel erg leuk. Dus dan sta je s'morgens op. Je kunt uh, lekker lopen langs het water. Je loopt zo naar de start toe. En dan heb je van niemand... niet afhankelijk van iemand of van vervoer. Je kunt dat gewoon rustig lopen. Dan heb je een beetje een warming-upje gehad op je gemak. Want je moet eigenlijk nog genoeg Wachttijd in die startvakken. Mm -hmm. <laughs> ja, Komt uh, toch op het ABO'd, Ja, dus dat is alleen maar een voordeel als je natuurlijk in een van die hotels zit. Ja, en dat kan zo duur worden als dat je zelf wil. Hè? Want die hotels wat dichter bij de parken liggen, ja, daar betaal je ook echt heel veel geld voor. En dat is de keuze die mensen moeten maken: wil ik parktickets? Wil ik een Disney-hotel? Wil ik uh, misschien maar één dag hè, bijvoorbeeld na dat ik alles heb gerend naar het park. Of misschien wil ik dat juist op die maandag doen. Dus je kunt het in principe zo duur maken als je zelf wil. Maar als je alles erop en eraan wil, ja, dat uh, zijn dat, kosten. Dat ja. tikt, tikt aan. En als ja. je alleen bent, is dat een andere prijs dan met je tweeën... of met z'n vier Ook of met z'n zes. Zeker weten. Dus uh, dat is inderdaad wel echt zo'n dingetje... Wat je, wat je mee moet uh, zou moeten nemen, zou ja. mogen nemen ja. uh, in, in de afweging. Vijf is heel tof, uh, tien is heel tof, 21 is heel tof. Parijs is heel tof. Um, maar zoals je net al heel kort aanhaalde, het is niet alleen een prijs. Er zijn meer parken van Disney. Uh, ergens in die jaren heb je bedacht: dit is uh, dat die vier is te weinig. Die vier plakken. En totdat er dan eens een keer Disneyland prijs op staat. Uh, uh, hoe neemt neem ons mee? Nou, dat was uh, eigenlijk de laatste keer dat wij de 36-kilometer challenge deden. Uh, volgde ik al ondertussen heel veel Run Disney uh, mensen op uh, Instagram. En toen dacht ik, er is ook dus een run in Disney World in Florida. En daar wist ik eigenlijk heel weinig van. Net als dat heel veel mensen niet weten dat hier in Parijs dat je kunt rennen, wisten wij eigenlijk ook helemaal niet dat er zoveel runs waren in, in Amerika. En toen liep ik op de expo en daar kwamen daar twee vrouwen aanlopen en die praten inderdaad Amerikaans. En die hadden een shirt aan en op dat shirt stond dus Marathon Weekend Disney World. Dus ik ging daarmee in gesprek. Ik denk, oh, daar wil ik wel meer van weten. En zij begon het te vertellen over dopie. En toen dacht ik: Dopie, Ja, nou, de dwerg van Sneeuwwitje, wat heeft dopie te maken met? Run Disney. En zij vertelde mij dat zij inderdaad ook hè, een marathonweekend hebben, naast nog heel veel andere runweekenden. Maar hun allerbekendste uh, renweekend is de uh, marathonweekend in januari. En dan kun je dus de vijf rennen, de tien rennen, de halve. Maar omdat het park daar zo groot is, hebben zij ook een marathon. En dat is ook het enige weekend dat je daar een marathon kan rennen. 42 kilometer mensen. Ja, en toen ik dat hoorde, dacht ik. Er is dus meer. Dat is meer dan 36 kilometer challenge. Er is dus ook nog een dope challenge. En toen ik dat hoorde, toen ben ik dus inderdaad gedoken in het hele run Disney gebeuren. Florida, ja, en dan gaat er een hele nieuwe wereld open. Want het is leuk als je in Prijs kan rennen. <laughs> het is ook leuker als je de andere kant van de wereld kan rennen. Ja, ik dacht alleen, uh, ja goed, ik zit in het onderwijs, ik dacht dat is niet haalbaar, dat is in januari. Wij uh, docenten krijgen wel een aantal dagen die je mag inzetten, hè, vrije dagen. Maar ja, als je natuurlijk naar Amerika gaat, uh, je moet daar blijven, die runs doen, dat ja, kost ook heel veel dagen. En uh, wat ik toen heb gedaan is eigenlijk naar mijn teamleider gestapt en heb ik gezegd, luister, ik heb een droom. En heb ik er alles verteld over uh, de Dopey challenge en uh, hoe tof mij dat leek en dat ik daarvoor wil trainen. en... Zij was zo enthousiast met mij dat wij samen hebben zitten plannen om in uh, 2021, was dat toen, de DOBE-challenge te kunnen gaan doen. Dus je hebt gewoon uh, tegen al die kids gezegd die je les geeft, we gaan nu alles wat je normaal in deze maand leert gaan in één dag proppen. <laughs> succes ermee. Je gaat helemaal gesloopt zijn. Maar al die uren doen we even nu op uh, een eeuwige tijd en dan heb ik daarna vrij. Ja, ik heb gelukkig Ongeveer. met haar uh, kunnen regelen dat ik die vrije dagen kon inzetten okay. in januari. Uh, ja, en dan begint er een, een heel groot uh, moment dat je een trainingsschema aan elkaar moet zetten, waarbij je erachter komt dat het dus wel een zeven maanden trainen is om überhaupt uh, tot dat laatste doel te komen. Je ging van vijf naar 21 in een jaar. En je gaat van 21 naar 42 in zeven maanden. In principe, <laughs> ja, als je het zo kort door de bocht zegt, dan, uh, dan wel. Um, het traject tussen een 5 kilometer rennen en de 21, uh, daar hebben we wat jaartjes in haar tussen gezeten om überhaupt uit te vinden dat er een run is, zoals ja, okay, in Parijs. Ja. Maar om echt een doel te stellen, dat was inderdaad uh, in een jaar trainen. En toen ik inderdaad van doopje hoorde, dacht ik: Oké, okay, als ik een trainingsschema kan maken voor 36 kilometer, dan plak ik daar een marathon aan vast. En dan hoor ik je denken: waarom ren je niet eerst alleen? Een marathon en niet uh, en, en waarom moet meteen alles achter elkaar? Ja goed, als je dan uiteindelijk naar Amerika gaat, wilde ik voorkomen dat ik daar loop en dit is echt heel erg wat ik nu ga zeggen. Dan zie je dadelijk mensen lopen met misschien een dopie medaille en dat jij denkt ik heb alleen maar de marathon gedaan en dat is te bizar voor woorden. Want iedereen dat is echt een fear of missing out die niet klopt. Nee, dat, is dat echt klopt. Uh... Absoluut niet. En ik heb zoveel respect voor mensen die überhaupt al een 5, een 10 of een halve rennen, laat staan een hele rennen. Maar ik weet of ik ken mezelf en als ik dan daar zou zijn en ik zou een hele marathon kunnen rennen en ik zie de dag daarna iedereen lopen met challenge medailles, dan weet ik al dat ik dat wil. En als ik dan toch dat geld ga neerleggen en toch die trainingsuren ga maken, dan ga ik meteen voor het hoogst haalbare. Oké. Okay. Laten we dit even proberen op te breken. Uh, mocht de taak zo zijn dat je opeens een knip ziet in de video, kan gebeuren. Want dan is ergens de recorder uitgevallen. Wat heel vreemd is. Maar dan moet ik even nieuw wat rijden erin stoppen. En dan gaan we verder. Maar dan weet, weet je dat. Gebeurt het niet ook goed, dan heeft hij het gewoon heel goed uitgehouden. Uh, want uh, voor de mensen die meekijken, die zien uh, hier. Uh, allemaal medailles liggen, maar die staat net niet lekker voor de camera. Dus uh, jammer, joh. Dus we kunnen <laughs> ze wel uh, voor, uh, voorhouden hoor. Dus als je wilt, mag je, die, uh, mag je die helemaal zo voor de camera houden. Oh, ja. Oh, oh, yeah. um, maar er, er ligt de 5, de 10, de 21. Ja. Yeah. Ik zie daar geen 21 op twaalf. Dit is, ja, yeah, dit is de halve. Oh ja, 21, en yeah. dan de 42. Ja. Yeah. En dan ligt er twee. Dus yeah. ik, mis er, ik mis ergens één rekensom volgens mij. Ja, er zijn dus ook mensen die iedere run apart rennen. Dat kan. Hè. Je kunt kiezen voor de vijf, de tien, de half of de hele. Dan kun je een van deze mooie vier medailles krijgen. Er zijn ook mensen die zijn goofy. Dat zijn mensen die rennen de halve en de hele marathon. En dan krijg je deze medaille. Dus, dan, uh, dus uh, als je de twee zwaarste uh, rent, krijg je een derde erbij. En als je ze allemaal rent, krijg je er. Dan krijg nog je doppi, ja. Dus dan zit je met zes medailles. Uh, <laughs> ja. Dit is één gedeelte van de verhaal. Daar komen we komen zo nog weer op terug, <laughs> mensen. Je beslist dus: ik ga dit doen. Je beslist ook dat je voor de doopie wilt gaan. Dus je mm -hmm. beslist ook op dat moment: ik ga voor ze allemaal. Ja. Ook dus dat je een trainingsschema moet maken die toewerkt naar 42. Want de 5 en 10, dat komt wel goed mm -hmm, tegen mm -hmm. die tijd, hè? Dat, dat lukt wel. De 21 weet je van: daar ga je back af van zijn, maar. Die heb je al eens overleefd, dat loop ik nog een keer. En de 42 is dan echt het schema waar je naartoe bouwt, ga ik vanuit. Ja, wat, wat, wat bij mij vooral uh, naar voren kwam, is dat ik dacht: oké, okay, als ik een 36-kilometer challenge kan, van die drie runs, dan kan ik misschien ook trainen om daar nog een hele achter te plakken. Dat was eigenlijk mijn gedachtegang. Wat misschien voor sommige mensen al heel bizar is. Dus ik dacht, als je dit 36-kilometer-challenge schema gaat aanpassen. na nog meer kilometers erbij. en dan komt er een stukje hulp van Run Disney Amerika, want die hebben daar hele mooie schema's voor. Ja. Uh, dan dacht ik, ja goed, als ik dat kan. dan moet het ook haalbaar zijn met die trainingsuren. om die marathon erachter te plakken. Want we hadden het net over vrijdagavond 5, zaterdagochtend 10, zondagochtend 21. Mm -hmm. Waar zit die 42 dan? Hoe doen ze dat in Amerika? In Amerika uitbinden? gaat het iets anders, inderdaad. Er zijn alle runs s'morgens vroeg, waarbij de start om vijf uur s'morgens is. En dan kun je denken: waarom zo vroeg? Nou, één, dan zijn de parken dus nog niet open. Twee, het is Florida. Als daar de zon omhoog komt, dan kan het daar ontzettend warm zijn. Dat is een van de redenen die daar ook bij komt. Uh, maar dat houdt wel in dat uh, bij de eerste runs je, moet ik even goed denken, tussen half drie en drie uh, in een shuttlebus moet zitten na de start toe die bij Epcot is. En bij de andere twee runs zelfs nog het liefst een half uurtje eerder. En er zijn veteranen die de allerlaatste bus pakken. Maar ja goed, ik ben iemand die wil graag controle hebben over de hele situatie. Dus we hebben gewoon op tijd iedere dag de bus gepakt. Uh, twee uur s'nachts. Ja, zoiets. Ja, twee uur en half drie eh, na Epcot. Zodat je daar op je gemak naar de startvakken kon lopen. Dus die runs, ja. Heel veel mensen zeggen: uh, de kilometers zijn zwaar. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: als je Amerika gaat doen, is het opstaan heel zwaar. Maar welke dagen ren je dan? Dan ren je de, uh, de woensdag, is een expo. Net als dat we dat in Parijs hebben: dat je je nummer gaat halen. De uh, donderdag. S'morgens vroeg is de vijf, vrijdag de tien, zaterdag de half en zondag de hele. Oké. Okay. Wanneer kom je aan dan in Amerika? Want je moet ook een beetje acclimatiseren. Een ja, beetje... Dat, is, dat is natuurlijk een, een bizar verhaal eventjes rondom uh, helaas het C-woord waar we nog steeds mee te maken hebben. Want ik weet niet of je net hoorde, ik zou eigenlijk in 2021. Ja, ja ik regeer dat gewoon en dan ja, gaan we gewoon over Ja, we gaan er gewoon overheen. Maar 2021 is het uh, niet geworden. Daar jo. heb ik heel veel trainingsuren in gestoken. Tot we hoorden dat dat niet ging gebeuren. Um, ben ik meteen door gaan trainen en uh, hmm. alles omgezet naar een jaar daarna. Um, wij zouden eigenlijk origineel vertrekken op. Uh, of aankomen ook op 3 januari. Dat is de maandag. En de woensdag zou de expo zijn. Oké. Okay. Met het hele gebeuren hebben wij besloten al in de kerstvakantie eerder te vertrekken, omdat uh, een tweede uh, versie van ons hele C-woord uh, de bocht omkwam. En ik was ontzettend bang na zeven maanden trainen dat dat roedend in het eten ging gooien. Mm -hmm. uh, daardoor zijn we wel al eerder vertrokken, waardoor, wij, waardoor ik al enkele runs daar in de hit heb kunnen oefenen, wat heel fijn is. Oh, dat is, is. wel chill, ja. Zodat ik een beetje wist, ook hè, met uh, luchtvochtigheid en de warmte hoe dat is... Uh, maar origineel uh, was het plan dus inderdaad om de maandag aan te komen en dan woensdag de expo. Dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag rennen. En dan zouden wij nog een weekje daar blijven tot vrijdag uh, om nog lekker de parken te doen. Dus niet te parken in die vier dagen? Nee, bewuste keuze. Okay. Ja. Dus ten opzichte van Parijs, waar je dat wel doet, want klein compact park versus. Heel groot park. Inderdaad. Uh, is, dat, is dat de betere balans, zeg maar? Heb je dan wel uh, on property geslapen? Of uh, was dat de eerste week was dan. Of... Ja, we zijn uh, tijdens het hele uh, Run Disney gebeuren inderdaad uh, verbleven op een van de Disney resorts. We hebben dit keer in uh, Pop Century gezeten. Voor de mensen die misschien bekend zijn uh, in Amerika, dan weten ze dat dat een van de resorts is daar. Maar er zijn er dus ongelooflijk veel. En die prijzen kunnen oplopen inderdaad tot heel, 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 heel dure hotels waar je kunt verblijven. Maar je moet daar wel, ja, moet niet. Maar het voordeel van als je daar uh, in een Disney-resort zit, is dat die bussen pendelen. Mm -hmm. Dus je kunt continu gewoon gratis vervoer naar de expo, naar alle runs, ook weer terug. Uh, er zijn altijd bussen ook naar de parken toe. Je bent uh, daarin voorzien. Als je natuurlijk ergens anders gaat slapen, dan moet je dat met eigen vervoer doen. En dan kun je zeggen: Oké, okay, dat vind ik geen probleem. Maar uh, omdat het daar zo groot is, zijn heel veel wegen in verband met de run afgezet. En er zijn heel veel mensen die helaas alles erachter zijn gekomen: dat uh, bepaalde wegen zijn afgezet. Ze daardoor te laat bij de race kwamen. In de problemen kwamen daarmee. Uh, dingen niet hebben kunnen doen zoals ze willen. Ja, en je wil niet op een ochtend dat je weet dat je. Zeker bij een half of een hele marathon gaat rennen. ook nog die stress meeneemt. Dus ja, als. Als ik het mag zeggen, en het is natuurlijk voor ieder... Ik kan niet in iedereens beurs kijken, mm -hmm. dat kan niet. Komen zo meteen, maar het is zoveel makkelijker als je gewoon uh, op het terrein verblijft van uh, Disney World. Dan, heb, dan zeg je van, oké, okay, uh, in dit geval ga ik iets eerder, maar normaal gesproken op, op die maandag. Je kunt daar nog wat, uh, wat, wat trainen, mm -hmm. hè, ook een beetje wennen aan, aan de temperatuur. Hoe bevalt dan die eerste, die vijf? Want dat zou normaal gesproken makkie zijn... Maar het is wel de eerste keer dat je vroeg opstaat. is de eerste keer dat je daar rent, ondanks dat je een beetje getraind hebt. Hoe, hoe is dat dan, hoe, die beleving? Ja, überhaupt al. Uh, om je even terug te nemen naar de expo daar. Sorry, die dat sla ik is, uh, helemaal nee, over. Dat want... maakt niet uit, maar dat is uh, hier in Parijs. Is dat zo'n hele mooie grote tent met een paar shirtjes rekken. En dan kun je dan je nummer halen en je kunt uh, je race-shirtjes ophalen. Uh, dat is uh, in Amerika zoals ze dat ook vaak daar doen: uh, ja, zoveel groter. Um, daar hebben ze een hele expo. Alleen al met van iedere run hebben ze shirts. Uh, er is allemaal merchandise. Uh, ik zal niet vertellen aan jullie hoeveel geld uh, ik daar heb laten liggen. Daar heb ik gelukkig heel lang voor kunnen sparen. Maar je kunt uh, finisher shirts van, van uh, de Dopy, Maar dat kun je ook van de goofy. Je kunt dat van uh, de marathon zelf. Er zijn marathon weekend shirts. Uh, er zijn mokken. Er zijn drinkbekers. Uh, magic bands. Uh, verzin het. Je kunt dat er kopen. En ik garandeer je, als je er loopt, wil je het ook heel graag hebben. Hier in Parijs, noem ik het dan even, hier in Parijs, staat zo'n Neptunestent, gewoon zo'n hard plastic tentje, zeg ja. maar. Dan loop je daar binnen, dan zeg je, hey, ik ben Chirik, ik heb een nummer. En dan krijg je je, je tasje mee, ja. want meer is het niet. Dan loop je richting een, ja, hoe moet je zeggen, zo'n instoor. Ja, dingetje. precies, met een paar rekken. Met, met, met ja, ja. vier vierkante meter. Ja. Ja. Daar toevallig een kassa bij staat, want je, stel, je neemt het gratis mee. En dan sta je buiten. Dat ja, dus en ik, heb je ooit filmpjes gezien van de Expo in Amerika? Nee, ja. maar ik heb het ieder geval, het. Er is een complex, uh, een heel terrein, en dat heet World uh, Wide of Sports. Uh, ESPN-terrein is dat. En die hebben daar verschillende gebouwen staan. Nou, één gebouw is dus helemaal ingericht met Run Disney-merchandise. Dan moet je al heel vroeg, dat was dit jaar echt een gekhuis, in de rij staan om daar überhaupt binnen te komen. En dan heb je hele leuke fotogelegenheden... ...met ook allemaal borden waar uh, de uh, getallen op staan die je gaat rennen. Dus je kunt bijvoorbeeld met de vijf kilometer op de foto... ...en dat is helemaal in Pluto. En je kunt met de tien kilometer met de Oswald op de foto. En de Insta-momentjes de... zijn wel voorzien, ja, zullen we maar zeggen. Ja, precies, precies. En dan heb je dat gebouw gehad en dan ga je naar het volgende gebouw... ...en dan mag je je nummer halen met je shirtjes. En dan is er ook nog een ander gebouw. En daar kun je zelfs uh, naar allemaal uh, steintjes toe gaan... ...die daar bekend zijn, uh, onder de Amerikaan of de mens hier in Nederland die wat uh, Amerikaanse runners volgen, daar zijn gewoon heel veel stands van uh, bijvoorbeeld Sparkle Athletics, dat is een uh, merk die hele leuke renrokjes maakt voor uh, vrouwen of mannen die het willen uh, die heel veel daar gedragen worden, er zijn uh, sieraden te koop van allemaal verschillende afstanden uh, and, uh... ja, en de garments en de nikes ja er zijn uh, inderdaad schoenen stands, uh, stands om in te laten tapen, Jeff Galloway staat er altijd met zijn stand ben je niet bekend met Jeff Galloway? Dan ga ik je even meenemen in die wereld, want dat is misschien heel fijn om te horen. In Amerika zijn heel veel mensen die rennen met de run, walk, run. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, mensen die gaan rennen en op een gegeven moment gaat er een piepertje af op hun horloge, steken ze hun hand op en dan gaan ze lopen. En dan gaat er weer een piepertje af, steken ze hun hand op en ja. dan gaan ze rennen. Dat heet een Run-Walk-Run-methode. En dat is uh, bedacht door Jeff Galloway, Olympisch renner. En uh, nou, ik, heb hem, ik heb hem hier, dit is hem. Oké, okay, ja? ja. Ik sta ermee uh, op de foto, ik heb hem ontmoet. Uh, hij is ontzettend populair in Amerika. Uh, hier zijn ook wel wat mensen die hem kennen of die ook volgens die methode rennen. En uh, hij geeft aan dat je door die methode uh, blessurevrij kunt rennen. Omdat je dus ook die pauzes tussendoor mm -hmm. hebt. Dat je niet continu aan het rennen bent. Dus wordt er wordt ontzettend veel gedaan. Dus als je daar gaat rennen, zul je ook om de zoveel tijd horloges af horen gaan. En dan gaat er weer een hand omhoog en dan gaan mensen lopen of rennen. Wel een veilige manier. Ja, dat wel. Als iedereen zich eraan houdt. Er oh, zijn ja. ook mensen die hun hand vergeten en opeens op de rem stappen. Dat ja. is iets minder. Dat is in Parijs ook... Uh... Ja. Maar, zeggen. maar in Parijs kun je ze dus ook deze methodes tegenkomen. Dan weet je even een klein detail. Wat, ja, ik ik wat denk kan altijd: gebeuren. ga gewoon aan de kant, laat me door. <laughs> <laughs> dit, is echt. Maar die, ja, dit soort mensen staan dus allemaal op, ja. op de expo. Daar zijn dus ook weer fotomomentjes. En um, ja, dat is gewoon iets waar je op tijd bij moet zijn. om ook natuurlijk je nummer te halen. Maar dat is al waanzin. Maar dan ben je de hele freaking dag bezig om een nummer op te halen. Hoeft niet, hoeft niet. Oh. Dat is een keus. Je kunt ook natuurlijk meteen naar het gebouw gaan voor je nummer, je nummertje halen en klaar. Waarom anders leggen je dat niet gewoon op je kamer neer? Dat is veel makkelijker. Ze weten toch dat jij komt. Ja, dat is een ander verhaal. Runt Disney wil ook per se dat jij je eigen nummer haalt. Daar hebben ze ook allemaal wevers voor dat je dat moet tekenen. Ze willen dat allemaal natuurlijk via de goede weg laten gebeuren. Dus je kunt ook niemand anders je nummer laten halen. Je moet echt zelf daar aanwezig zijn om, uh, om dat op te halen. Ja, ze willen ja. Alle, alle kanten indekken natuurlijk op die manier. Ja, ja precies. Ja, maar Aan de andere kant denk ik, je bent ook al ingecheckt in het hotel. Dat, is toch, kan, dat kun je toch ook alleen maar jij doen? Ja, ze proberen het gewoon op alle manieren, hè, fraude te voorkomen. Maar daarnaast ja. is het wel echt een, een hele ervaring. Overal stonden, ook buiten, hè, als je zegt ik hou niet ervan om naar binnen in een gebouw te gaan. Ook buiten, overal stonden borden waar op de foto kan met al deze uh, voorbeeldmedailles. Ja. Dus het is wel echt een beleving om daar rond te lopen. Maar dat betekent wel dat je een hele dag met iets bezig bent. wat niet te run is. Dat klopt. Als er zijn de. Zijnde... Ja, en als je natuurlijk een uh, dope challenge gaat doen. Ja, dan moet je die dag al aanwezig zijn. omdat de dag daarna de vijf kilometer ja. start. Uh, in, in, in Parijs. Uh, buiten het feit dat je natuurlijk drie uh, manieren maar hebt om te rennen: de 15, 21. Uh, niet, je bent niet verplicht om ze alle drie te rennen. Je kunt gewoon van die vijf <laughs> inschrijven. Uh, maar dan is je, je ophaalmoment, uh, um, uh, dat beslis je zelf, zeg maar. Mm. Maar het is gewoon minder druk daardoor. In, in Amerika heb je al vier runs, dus dan heb je gewoon al één groep extra vaak. Ja, ja. Um, dus ja, de drukte is ook wel heel verklaarbaar. Het is groter, meer mensen, dat soort dingen. Dus mm. het is ook heel logisch dat dat druk is. Alleen denk ik ja, dat, je zou daar dan iets voor op moeten verzinnen: dat het minder druk is. Dat de mensen die het willen doen, kunnen het. En de anderen hebben een andere oplossing, denk ik dan. Ja, dat is in ieder geval hoe het al hè, jaren daar gaat. Ja. Er zijn ook wel heel veel uh, podcasts over uh, mensen die daar wel tips voor hebben voor hun Disney. Uh, wat bijvoorbeeld een van de druktemakers is, is dat uh, heel veel mensen die niet rennen ook naar de expo gaan en heel veel dingen opkopen en daarna verkopen op ebay, oh, op. dat is dit jaar echt heel extreem geweest, omdat het uh, dit jaar 50 jaar bestaan van uh, Disney World was, dus er mm -hmm. was, uh, er is een hele coole spirit jersey die ik aan heb op de foto <laughs> met mijn medailles die dingen waren ontzettend snel uitverkocht, maar er komen dus mensen daar die die dingen allemaal opkopen en dan verkopen. Ja, dus eigenlijk niks te zoeken hebben voor die run. Precies, en daar, dat zijn allemaal tips die, uh, hè, de, de OG zal allemaal geven aan Run Disney, dus ik hoop dat ze er iets mee doen. Maar ook daarin kun je zelf een besluit maken. Als jij natuurlijk alleen een marathon rent, dan hoef je niet al die woensdag daar te zijn. Dan kun je je uh, nummer veel later ophalen. Scheelt je weer bij de eerste cashflow, zeg maar. Precies, ja. ja. Maar mijn vraag was, hoe is dan de ervaring bij de vijf? Oei, ja, waar waren we daar gebleven? Ja, jij ja, wilde ah. terug naar de dag daarvoor en terecht, toch? Ja, maar, precies. Dus al die um, ja, de expo was al een hele ervaring en dan ga je inderdaad, uh, uh, gaat die wekker heel vroeg en dan denk je ja, ik ben zo excited dat ik eindelijk mag gaan. Dus ik vond het opstaan absoluut niet leuk. Hoe laat ben je opgestaan? Um, ik moet even denken, de eerste dag denk ik twee uur. En. Ja, twee uur. En dan heb ik alles al klaar liggen. Dus op de grond ligt mijn, mijn rentenuutje met mijn bib er al op. En mijn uh, tasje waar ik wat water en een, uh, een uh, regenjasje in had gedaan. Uh, het is allemaal klaar, zodat ik alleen maar op moet staan, tanden poetsen, klaarmaken, kleren aan en go. Ja. En dan ga je naar de bus. En, dan... en die zit helemaal vol met alleen maar renners. Want ja, wie ja, anders gaat opstaan straks? Ja, die je niet herkent, want de vijf kilometer is de kortste afstand. Dus uh, voor de mensen die uh, Parijs wel eens hebben gerend, is het misschien opgevallen dat sommige mensen in kostuum rennen. Of in hun favoriete karakter. Of de kleuren van hun favoriete karakter. Uh, Amerika is nog dubbel zo extreem. Wat ik ontzettend leuk vind, want er is van alles te zien. Maar als je dus de vijf kilometer, wat dus de kortste afstand is, gaat rennen, gaat daar natuurlijk ook de leukste kostuums in zitten. Want die mensen denken: oké, okay, voor de kortste afstand doe ik alles wat ik kan. Dus de hele bus zit vol met alle karakters die je wil zien. <laughs> dus dat is dan een hele beleving. En dan kom je daar bij Epcot, die in zijn mooie verlichting. Uh, uh, Helemaal klaar staat. En ik weet niet of je zelf bekend bent met uh, Epcot, maar dat is een hele grote bal. Alleen, alleen beelden. Ik ben nog steeds niet aan de kant van de wereld geweest. Uh, Epcot staat vooral in het teken van verschillende werelddelen. Waar je uh, in de World Showcase uh, langs allemaal werelden kan lopen. En daar ook uh, de cultuur kunt opsnuiven. Tot aan eten, tot aan een attractie. Uh, daar is pas uh, Parijs geopend met mm -hmm. ratatouille, die wij natuurlijk ook kennen. Uh, daar is de start en dan loop je een heel stuk naar een heel goed terrein. Daar staat een DJ, daar staan wat tenten. Je kunt je tas afgeven, je kunt daar nog een koffietje pakken. Je kunt daar uh, uh, nog naar de Joffries uh, kraam. Uh, dat is een hele uh, wagen waar je gewoon hele lekkere koffie kunt halen. Er is een tosti uh, wagen. Dus als je bekend bent in Parijs hoor je nu al het verschil. Met de uh, aankomst. We hebben een hele vieze, vieze McDonald's op de hoek liggen, waar niemand even wilt. Ja, en verder staat er op het startterrein: staat er eigenlijk niks bij ons, alleen maar uh, ja, wat Dixies in Parijs. Maar daar ja. is het vrij groot en staat dus inderdaad een DJ te spelen. staan bankjes, tafeltjes, je kunt daar even relaxen. En dan komt de opening naar je startvak. Ja, en daar wil je heel graag heel snel in, tenminste, ik wel, want die zijn ontzettend lang en je wil het liefst voor in je startvak staan om natuurlijk zo snel mogelijk Uiteindelijk te starten. Je bent om twee uur opgestaan. Half drie, drie, kwart voor drie zit je in de bus? Ja, ik denk half drie ongeveer ja. in de bus, ja. Hoe lang is het dan met de bus? Uh, ja, wij zaten eigenlijk vrij dicht bij Apple, Dus uh, ik denk uh, kwartiertje, twintig minuutjes dat okay, we daar waren. Dus als tien voor drie. En dan moet je nog gaan lopen. En dan is het uh, kwart over drie. Ja, dan ga je nog inderdaad op dat terrein. Ga je de eerste keer, want het is vijf kilometer, ga je natuurlijk alles bekijken. Want je denkt: waar ben ik? Hoe ziet alles uit? En dan loop je naar je startvak. En daar ga, je, ga je op de grond zitten, vier. op je dekentje wachten. En hoe laat mag je weg? De start is om vijf uur voor de eerste groep. En dat zijn dan de, hè, de, de uh, mensen in een rolstoel die rennen. Of mensen met een bepaalde handicap die meer uh, doen met de race. of die begeleiding hebben. En daarna komen natuurlijk de elite. En dan starten de anderen. Een voordeel is wel dat daar heel entertainment vooraf is. En dat hebben we in Parijs ook. Vooraf heb je filmpjes en er wordt. Heel veel gepraat Is Twijfelachtig hoor, om dat nou entertainment te noemen. <laughs> nou, maar. In Amerika hebben ze daar drie personen die daar okay. uh, altijd ieder jaar staan. Zij doen ieder jaar: die zijn daar ontzettend populair. Uh, er worden heel veel mensen bedankt. Veteranen worden bedankt. Mensen die Volk. voor de hulpdiensten werken, worden bedankt. zijn Amerikanen zo goed in. Hè? Ja, precies. Het, hier, ja. het Volkslied wordt heel mooi gezongen. Uh, waarbij iedereen muis stil is. Dat was echt be ja, best indrukwekkend, vond ik iedereen heeft daar echt respect om daar even naar te luisteren. En er worden mensen geïnterviewd ondertussen. Het uh, profijt is dat alles in het Engels is. En ik spreek zelf geen Frans. <laughs> dus dat vind ik soms lastig, want je volgt in Parijs niet altijd alles. Ze ja. We vertalen wel veel naar het Engels, maar ook heel veel is gewoon in het Frans. Ja. Uh, in Amerika is alles in het Engels, dus je krijgt ook alles supergoed mee. En dat vond ik echt heel leuk. Dus het moment dat je daar zit, is wel lang tot de start. Maar tot die tijd weten ze je wel te triggeren om. Ja, daar mee te doen en te luisteren en alles. Ja, maar je bent ook vroeg opgestaan. Ja. En je wilt alleen maar rennen, want dat is wat je kan ja, doen. Ja, ja. Dus twee uur, het is nu kwart voor vijf, vijf uur. Vijf uur begint de eerste met rennen. En hoe laat mag jij dan? Um, ik denk dat we iedere dag vanaf dat de eerste, ja, dat, dat is natuurlijk een dingetje. Je hebt verschillende startvakken. Ja. En we hebben wel een tijd opgegeven. We weten nog steeds niet precies hoe het werkt, want we hebben heel veel mensen gesproken. Ze hebben iedereen echt door elkaar gezet. Uh, wij zaten in het laatste startvak en dat vond ik van de ene kant uh, ook heel spannend, want je bent heel dicht op de laatste mensen. Uh, daarnaast moet je heel lang wachten. Mm -hmm. En wat de reden is, weten we niet. We hadden mensen in ons startvak die dezelfde tijd hadden, we ook mensen die veel langzamere tijd hadden opgegeven, we hadden ook mensen die een snellere tijd hadden opgegeven. Uh, dus uh, ik heb ook in heel veel podcasts al gehoord dat ze nog steeds niet weten wat het idee was achter het indelen van de vakken. Yeah. We weten alleen dat het eerste startvak waren de mensen die... Uh, 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 een tijd hadden kunnen opgeven, een proof of time, die dit jaar wel heel erg uh, strikt was. Ik geloof voor uh, de halve marathon binnen twee uur. Als je dat kon, dan kon je dat opgeven. En dan ah, euh, mag haalik. je in dat vak. Dus. Net, niet, <laughs> net, nee, dat niet volgens mij nog. Ja, okay. Maar dat, uh, dat was het enige waar ze dus een, een okay. proof of time hadden aangegeven. De rest werd gewoon ingedeeld. Ja, dan is dat te randomizen en dan uh, zie je wel. Ja, dat is wel. Maar dat betekent dus dat je dan nog een dik half uur, drie kwartier hebt gewacht waarschijnlijk. Ja, dus dan moet je na het hele Het is kwart wachten. voor zes. Je bent om twee uur opgestaan. Ja, dus je moet inderdaad ervoor zorgen dat je je bekeltje meeneemt en je flesje water. Ja. Want het is heel lang als je opstaat totdat je begint. En dat is ook echt een aanrader. Neem gewoon even wat dingetjes voor jezelf mee, want je zit daar heel tijd. En heel veel mensen zeggen, ik vind het vroeg opstaan moeilijk. Dat je iedere ochtend ja. zo vroeg opstaat. Ik zelf vond het vervelendste, het wachten tot ik eindelijk mocht beginnen. Ja, ja, want het is opeens vier uur later. Ja, en dat, en dat, is niet, ja, dat is niet gewoon zoals ik soms doe. Om 11 uur wakker en 10 over 11 heb ik mijn ja. trainingskleding aan en kwart over 11 ben ik aan het rennen. Nee, dat klopt niet. En... Ja. Je moet wel nagaan, het lijkt heel lang, maar je bent wel continu bezig. Je bent ja. bezig naar de bus te gaan in de bus. Je loopt door uh, Epcot naar de start. Er is een startvak, dan loop je hè, naar je startvak toe. Uh, ondertussen wil je nog uh, even gebruik maken van de Dixie voordat je weer ja, <laughs> mag rennen. Maar het heeft wel gebeurt... daarmee te maken. Ja, dus je bent wel al heel lang wakker en heel lang op de been eer je überhaupt gaat starten. Ja, maar ik vind dat wel lastig. Buiten dat ik het niet heb gedaan. Maar als in, in mijn hoofd omdat. Um, ik zit ook gewoon met een bepaald eetpatroon. Ik eet in principe nooit tot 12 uur. Dat mm -hmm. uh, uh, is gewoon vast, vaste, zeg maar. Ik ben wat, tegenwoordig ja, wat af, het, ja. afwijken. Maar mm -hmm. in principe van 8 van avonds tot 12 middags ja, eet ik, ik, ik niet. Het. Mm -hmm. Als je dit dus daarin zou implementeren. Ik ren dus altijd sowieso op een lege maag. Dus ik kan niet gaan eten. Ik kan wel wat drinken, maar ik kan niet gaan eten. Dus dat betekent dat als je dan om 2 uur uh, wakker wordt. Om vier uur later pas gaat rennen, dan pas terugkomt een uur later, zeven uur. Dus dan heb je vijf uur zonder eten moeten zitten. Dat is een heel mm -hmm. verschil tussen wat, hoe mijn bioritme is van ergens tussen negen en elf sta ik op. Mm -hmm. Dan moet je een uur of maximaal drie uur wachten. En nu is het opeens vijf uur wachten met eten. Ja, ja, dat, ja. Ik, ja ik begrijp het is dat, je dilemma. Ik begrijp het, is, het, heel het, goed. Is, het is wel heel echt denken in je schema's. Hoe ben je het hier gewend? Ja. Hoe ga je het daar uitvoeren? Daar moet je rekening mee houden. Daarom moet ik deze podcast maken. Van, ja, er komt wel wat meer bij kijken dan ik ben alleen maar die vijf aan het rennen. Want die, dat was wat ik zeg, die vijf, dat is het meest makkelijke. Dat komt wel goed. Maar mm -hmm. het is ook je eerste dag. Het is ook de eerste keer. Het is ook al die invloeden. Het is ook altijd. Ja, alles wat er, wat er gebeurt. Er. Ja, en inderdaad. Um, ik, herken, ik heb het ook gedaan een heel tijdje. Uh, pas vanaf 12 uur uh, eten. En ik ben sowieso wel iemand die graag um, opstaat, kleren aan doet en gaat rennen. Uh, wat vaak op een nuchtere maag mm -hmm. gebeurt. Uh, op dit moment heb ik ook andere voedingsschema's waarbij ik wel gewoon ga uh, ontbijten. En het beste is om dit te gaan proberen. Om, om te kijken of dit überhaupt wel past. Want als je zegt... Um, ik ga daar ook, ook hè, naar die halve en die hele... we zijn ook in hele andere omstandigheden. Hè? Mm -hmm. Florida is uh, een heel, heel ander klimaat. En er zijn mensen daar... die niet realiseren hoeveel meer vocht je moet innemen... om überhaupt dat te halen. Maar ook qua voeding. En er zijn genoeg mensen die het einde van de finish niet gehaald hebben... omdat ze dachten, ik red het wel. En die gaan zitten en... Ja, dan komt op een gegeven moment de EHBO aan omdat ze je mee moet nemen omdat het lichaam gewoon zo uitgeput is. Dat zijn wel dingen die je mee moet nemen in het hele, hele trainen, inderdaad. Ja, want uh, wat ik, wat ik veel, veel mensen hoor, en bedoel ik train heel zwaar uh, in een gym, heel zwaar uh, relatief natuurlijk, mm -hmm. maar uh, ik probeer zo min mogelijk water tot me te nemen. Het is maximaal 300 milliliter denk ik ongeveer wat ik drink op twee uur tijd. Uh, als ik ren tot 21 kilometer drink ik niks. Mm -hmm. Eet niks. Het is gewoon op wat ik heb. Waarvan ik denk dat dit moet lukken. Als je dat in de winter doet, is het anders dan dat je het in de zomer doet. Het is mm -hmm. anders als je er om drie uur middags aan het rennen bent of om zeven uur ochtends. Het, het is echt wat je zegt. Je moet dat wel goed beseffen waarmee je bezig bent. Ja. En het is voor iedereen anders. Iemand die zegt: Ik kan eigenlijk alleen maar om zes uur s'avonds rennen. Uh, terwijl je al drie maaltijden achter te kiezen hebt. Hey, helemaal top voor je. Ik, ik kan het niet. Ik moet niks in mijn lichaam hebben. Ja, en dat is, ja, je moet dat zelf ervaren, um, wat bij mij meteen opviel. Want ik drink normaal best wel veel water. Uh, met mijn runs neem ik pas mijn camelback, dat is mijn tas met water, pas mee vanaf 21 kilometer en hoger. Mm -hmm. uh, dus ik ren normaal ook niet met, ja. met water. Daar heeft iedereen wat van te zeggen, ieder doet dat op zijn eigen manier. Ik weet wel, als je boven de 21 gaat, dat er ook echt wel uh, een stukje meer bij komt kijken qua water en qua voeding. Um, wat ook wel meteen merkbaar was, is... Wat ik wilde aanhalen is dat ik heel veel drink. En Toen ik die eerste keer een oefenrondje van vijf kilometer ging rennen in het Florida klimaat, toen merkte ik meteen dat mijn benen al verzuurden, omdat je ja, dus toch meer vocht nodig had. Dus het is heel belangrijk te realiseren dat het echt een ander klimaat is en dat je misschien toch aanpassingen moet maken, mocht dit je doel zijn. En dat je al hier al mee begint Precies, en niet pas ja. daar. Want ja. Ja maandag Aankomen of welke dag dan ook, en dan, en dan, denken, dan denk, oh, oh, ja, lukt wel, dan wordt die vijf opeens een heel vervelend ding. Want je moet er dan nog drie, of je wilt er nog drie, zou ik het zo mm -hmm. zeggen. Um, dus het is inderdaad wel echt echt nadenken over hoe werkt rennen. Eh, want we begonnen meer dan een uur geleden inmiddels <laughs> met: nou ja, je kunt gewoon een paar schoenen aandoen en uh, shirtje aan, let's go. Dat is dit niet meer, dat heeft gewoon te maken met klimaat, met afstanden, met hoe je erin staat, en dat je mm. ook gewoon veel. Um, veel meer zelf bezig bent met hoe werkt het eigenlijk. En dat is ook logisch, want als je, je gaat niet 21 voor de, voor de lol doen met gewoon standaard schoenen aan, dat doe je niet. Nee, nee. Dus je, ben, je bent er al, waarschijnlijk ga ik vanuit, wel al ingegroeid en voor jou zo, zo te horen natuurlijk. <laughs> is dat een jarenlang project traject geweest? Dan heb je die vijf gerend. Um, had je daar een, een, een tijdslimiet voor jezelf neergezet? Of had je zoiets van, nou, nee, ik heb, een dak overdoen is het goed. <laughs> Ik heb altijd gezegd, um... Mijn doel is de dopie halen. Ik wil finishen. Ik wil alle races finishen. En ik heb daar totaal geen tijd opgezet. Ik weet wel dat de vijf kilometer heeft geen tijdslimiet heeft. Uh, de andere races wel. Dus het is niet dat je daar uh, onbeperkt uh, mag gaan rennen. Uh, de vijf kilometer is ook wel de meest... Uh, ja, ze noemen het soms wel eens hè, de family run of een fun run. Mm. Daar doen de meeste mensen aan mee. En ook mensen die eens een keer hè, het rennen willen ervaren, of een keer uh, run Disney willen doen. Ja, bijna ongetrainde die gewoon. Ja, er zijn ook mensen die zeggen: Ik ga de doopje doen, maar de vijf kilometer ga ik lopen, omdat ze hun benen willen sparen. Dus je komt daar van alles tegen. En uh, wij hebben die eigenlijk gewoon gerend als een lekker rustig rondje. We hebben veel om ons heen gekeken, een paar keer gestopt om foto's te maken. En uh, uiteindelijk was het inderdaad de vijf kilometer finishen en dan uh, door naar de volgende. Ja, want je zegt al, uh, je gaat niet de park in. Je bent natuurlijk wel de hele dag in de park geweest, of de helft van de dag eigenlijk. Mm -hmm. uh, zittend, uh, wachtend op, <laughs> uh, op de start. Um, Tuurlijk krijg je wat mee van het park. Hè? Bedoel, je bent daar, je bent aan het rennen dus uh, dat. Um, maar dan betekent het ook weer meteen terug in die modus: van ik ga morgen alweer de tien rennen. Ga je dan die dag anders door dan dat je in Parijs zou doen? Want hier ga je dan wel de pakken natuurlijk. Maar daar, wat ga je dan doen? Ja, een, een klein voordeel van. Um... Van mijn traject is, is dat, ik, uh, dat dit niet de eerste keer uh, Disney World is geweest. Dus wij zijn al daar geweest. We weten hoe de parken uitzien. Ik kan best begrijpen als je dit de eerste keer doet... en je gaat alleen maar... Uh, of vooral voor deze runs, maar je doet dit uh, misschien once in a lifetime... of uh, weet niet of je het ooit nog een keer gaat doen. Ja, dan wil je wel die parken doen. Uh, wij hebben die vrijheid kunnen nemen om te zeggen... Okay, we weten al heel veel hiervan. Dus we kiezen ervoor om die parken later te doen... Maar ook die dagen, je hebt daar uh, Disney Springs, een heel uh, winkel- mm -hmm. en uh, restaurantgebied... waar je uh, heel leuk kunt wandelen, waar je dus weer met die bus van het resort heen kunt. Uh, dus we hebben gewoon eigenlijk uh, na die vijf kilometer gewoon lekker een dagje rustig aan, van alles gedaan. Bij de resort zijn zwembaden waar je eventueel ook een beetje uh, rustig kunt badderen. Mm -hmm. Maar het doel was inderdaad om die dag rustig te doen en dat is ons uh, ah, ook een aardig okay. gelukt, ja. <laughs> en dan is het weer uh, heel op tijd naar bed, want ik weet niet hoeveel slaap uh, pak jij? Ja, nou, ik had me voorgenomen om iedere okay, dag natuurlijk dus op, op tijd naar bed te gaan en dan uh, genoeg slaap. Maar ja, uiteindelijk zijn er ook heel veel indrukken en er gebeurt van alles. Um, dus ja, je gaat s'avonds wel op tijd naar bed. Dus je probeert wel een acht om negen uur uh, in bed te liggen. Ja, goed, dan. Niet iedereen kan meteen slapen. Ik ben er ook eentje van. Maar je probeert wel iedere, iedere avond... probeerden we wel op tijd uh, het al op bed te gaan liggen. En dan is het nog een beetje tv kijken en kletsen. Ja, maar zo uh, rusten. Ja. ja, dus dat is het vooral. Dat uh, voetjes van de vloer. En alles zorgen dat alles klaar ligt weer voor de volgende ochtend. Wekkertje zetten. Dubbele wekker zetten. En dan uh, ja, op naar de volgende dag. Die vijfties, uh, die, 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 dat is gedaan. Dat is prima. Dan ga je de dag doorkomen. Ga je dan ook al nadenken over... Wat je gaat eten, hoe je gaat eten, hoe laat je gaat eten. Want je moet op tijd naar bed, maar je moet ook wel weer energiek genoeg zijn voor de volgende dag. Ja, ik. Uh, ik ja, je bent in Amerika, dus we hebben ook wel. Uh, we hebben best wel gezond gegeten. Maar ja, goed, je eet natuurlijk ook wel eens wat dingetjes uh, die misschien iets minder uh, uh, gezond zijn. Um, we hebben ook vooral erop gelet, hè, genoeg groente, wat salade, vooral uh, heel veel water drinken. Dat, dat was het doel, heel veel vocht. Um, en we hadden uh, heel slim begels gehaald, zodat we het s morgens, Dan was, de, was het uh, gedeelte van het eten al open. En dan kon je daar naar binnen en dan kon je alvast je begeltjes roosteren. Dus dat deden we. En die namen we dan mee met pindakaas of een banaantje. Um, en dat is ja, iets wat je misschien even moet oefenen of dat bij je past of niet. Hè? Daar komen we weer bij voeding. Mm -hmm. Maar wij, uh, wij namen dat mee om dan, uh, als we in ieder geval in het park waren en in het stadvak zaten, om dan wat te eten. Omdat het soms, als je opstaat, ja, wie heeft meteen honger om 1, uh, 2 uur s'nachts? Uh, maar als je natuurlijk het s avonds een beetje op tijd eet en uh, misschien voordat je gaat slapen nog wat eet, dan heb je ook niet het morgens als je opstaat meteen een hongergevoel. Mm -hmm. kun je natuurlijk wat eten meenemen naar het startvak. Eet je daar nog iets voordat je gaat beginnen? Kan dat nog even zakken? Want ja, het duurt toch allemaal mm -hmm. nog even. Ja, dan moet je allemaal een beetje, een beetje, ja, kom we weer bij trial and error. Kijken wat bij je past. Ja. Nou ja, het is wel weer zo'n dingetje waar je weer rekening mee moet houden. Even van tevoren over nadenken, even beseffen dat je daarmee bezig bent. Mm -hmm. En dus dat het impact heeft op het moment dat je zegt van... Nou, ik ga uh, niet op tijd slapen of ik ga laat, heel laat eten. Uh, te, of juist zeggen van nou, ik eet helemaal niet en vergeet dat daardoor, nee. zeg maar. Ik heb nog geen honger om zes uur. Ja, dat kan wel, <laughs> ja, ja. maar er, er zit nog een stukje ja. achteraan, zeg maar. Uh, die route naar de tien blijft hetzelfde. Opstaan, twee uur ongeveer, uh, Startvak in, wachten. Ja, ja. En het, ook een het, het voordeel was wel of de, de vijf kilometer was helemaal door Epcot, hè, door, door ja. dat park. De tien kilometer ging deze keer ook door Hollywood Studios, dus dat is wel leuk. Dan krijg je ook weer een ander park erbij. Maar je um, begint wel iedere keer op dezelfde plek? begint altijd op dezelfde okay. plek, ja. Dus de beginfase speelt precies hetzelfde weer in de bus, naar dat terrein toe. Uh, je gaat in je startvak zitten. Het dat je daar uh, eerder alles hebt gezien, dus ja, precies. daar kun je redelijk die, doorheen. Die, die tien kilometer is eigenlijk beginfase precies hetzelfde als de vijf kilometer. Ja, en alleen het voordeel is dat je natuurlijk een lange route rent en deze keer door twee parken mag rennen. Dat ja, is wel. Uh, die die, die routes, zeg maar, dat wordt van tevoren bepaald. Ik zie er ook gewoon ja, een paar ja. liggen. Ja. Um, uh, is dat ieder jaar hetzelfde? Nee, dit jaar hadden ze uh, sommige routes aangepast. Uh, de 10 kilometer was, als ik het goed zeg, een hele nieuwe route. Die ging dus deze keer door twee parken. Normaal gaat die, geloof ik, ook alleen door uh, Epcot en daarbuiten. Nu was het leuk dat je door Hollywood Studios komt, dat je voor uh, de Tower of Terror langs rent. Mm. Dus dat is allemaal uh, ja, super leuk, want dan zie je ook heel veel andere dingen. En ben je weer afgeleid door al het moois wat je ziet. Uh, en ondertussen, ja, zij doen gewoon zoveel goed op die races zelf. Er staan DJs, uh, er wordt van alles gedaan. Uh, er staan soms drumgroepen, er staan ontzettend veel supporters, zowel uh, vrijwilligers als uh, mensen die gewoon komen kijken. Ja, er is van alles te zien. Dat is echt ongelooflijk wat je allemaal tegenkomt. Hieruit klinkt dat je ook zonder oordopjes rent. Um, nou, ik heb, uh, ik heb aftershocks, ik weet niet of je dat ja. kent. Ja, die We zitten, zitten dus, in je hoofd. Ja, die <laughs> zitten hier inderdaad in de volk van je oor, waardoor ja. je alles hoort. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik ze uh, mee heb genomen en op heb gedaan. Uh, indien het nodig was, mocht ik, ja. uh, ik eventjes tegen een muur lopen of uh, af willen schakelen. Ik heb geen enkele race mijn oortjes aangehad. Oké, okay. maar dat krijg je als er genoeg te doen is, totdat ook niet... Ja, en er, was ook, kijk, er zijn ook momenten geweest dat ik echt wel... Uh, het eventjes zwaar had, vooral bij de marathon. Alleen, um, er is zoveel om je heen en ik wilde alles zo graag opnemen en je bent zo aan het kijken en de interactie met andere mensen uh, maakte het voor mij heel waardevol om, om dat niet ja, aan te ja. hebben, dat ik gewoon ja, met, met de hele omgeving mee kon doen. Ja, ja ik, ik, dat zit in mijn hoofd nog steeds niet. Ik dacht, die, die, die run in, dit, in Parijs, ik heb de oordopjes ingedaan en ik heb echt niks meer gehoord gezien of wat dan ook. Alleen, een, 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 op het eind... Um, nou ja, het is natuurlijk wel hoe je, hoe je het aankleedt. En dat is natuurlijk ook een groot verschil tussen andere runs, denk ik. Disney is natuurlijk wel zo specifiek met hun eigen character, met zijn eigen geluid, met zijn eigen geur, met zijn eigen omgeving. Ja, ja. Terwijl ja, een random run in een bos. Ja, dat is een random run in een bos. Hè. Dat, daar krijg je niet zo'n nee, grote menigte met de brassbands en dat soort dingen. Nee, hier is het. Vooral ja, omdat je door die park rent, maar ook daarbuiten. Je, je ziet van alles nogmaals, er is heel veel entertainment en nogmaals, ook stukjes, hè, waar het niet is. En dan is het een keuze of je dat wel of niet doet. Ik in mijn geval vond het heerlijk om te kijken wat er gebeurt en naar mensen te luisteren. Je komt aan mensen tegen die. Uh, perfect zijn in bijvoorbeeld een goofy of een dopey. Dat betekent dat die alle jaren uh, die runs hebben meegedaan. En dan kun je die uh, aanmoedigen en even feliciteren. En die stralen dan ook weer. En dan ren je weer verder. Er, er gebeurt zoveel. Je De dat... tijd over. Ik, dit, <laughs> ik zou echt gewoon helemaal kapot zijn. Ik, ik ben ook een mensen. Laat me maar rust. Ik ben bezig. En dat is ook prima. Ieder, je, wat je ziet is, er is geen, nee, renner, is geen, select, er is geen ja. renner. Er is geen één renner. Iedereen doet het op zijn manier. En dat maakt het wel ontzettend leuk. Ja. Uh, dat heb je ook al een keer gedaan, die tien. Dan kom je bij die 21, dat ben je gewend in Parijs. Dat kun je. Van, eh, weet je, van. <laughs> buiten het feit dat het dan weer vroeg op is, weer wachten, bla, bla. Uh, en deze keer uh, vertrekt de bus een half uurtje eerder. Want? Wij wisten eigenlijk niet waarom. Maar je komt weer in dezelfde situatie terecht, pak de bus. Je gaat naar Epcot, je loopt naar het startvak. Alleen toen waarom staan de mensen aan de andere kant van dit hele terrein? En toen bleek dat we aan de andere kant naar het startvak moesten lopen. Wat ik niet wist, is dat een hele lange loop is naar de andere startvakken. Omdat die races dus zo uh, groot zijn, dat er zoveel mensen meedoen... hebben ze op een ander gedeelte hebben ze de startvakken die ontzettend lang zijn. En om daar te komen, moesten we een heel lang stuk lopen. En dat was de reden waarom je een half uur eerder daar moest zijn. Want je hoeft niet nog een 21 er na te doen. Hmm. Oh, ja, man. dus heel veel mensen waren al bezig van. Uh, zijn we er bijna? Of uh, oh, er waren al castmembers, ja. grapjes aan het maken van. Jullie zijn er bijna, kom op. En dan, ja, dan kom je bij je startvakje ja, en dan ga je weer zitten en moet je weer even wachten. Damned. Alsof het, <laughs> het ook niet op een andere manier kan, denk ik dan. Maar het is zo Waarom groot. Waarom kunnen die bussen daar? niet gewoon tot aan het startvak rijden, denk ik dan? Ja, ik denk dat het is een, uh, organisatorisch zo groot is ja. en er zijn zoveel mensen die meedoen. Ze moeten dat op een bepaalde manier inkleden om dat allemaal natuurlijk gesmeerd te laten lopen, ook met al die startvakken. Want in principe het is een lange loop er naartoe, maar de manier waarop zij dingen opzetten, ja, dat doen ze echt super goed. Mm -hmm. Dat loopt allemaal achter elkaar en... Uh, ja, als Disney iets kan, is het uh, uh, guest flows uh, maken. Ja, dus wat dat betreft uh, hebben ze dat helemaal voor elkaar. Ja, het is dan dat je in startvak 6 staat en dan ontzettend lang moet wachten. Ja, maar het is wel... Ja, het, het is wel rot dat, je, dat, dat er dan extra bij komt. Dat je denkt, ja, maar hoeveel ja, moeite moet ik nog ja. doen? Ja, <laughs> ja. Dat, is, dat is die extra tijd op de ja. voeten. En... Um, omdat we dit nu gedaan hebben, leer je dat ook allemaal. En als ik nu dus mensen tips zou geven of dit nu kan mm -hmm. vertellen, dan, dan zijn mensen al voorbereid op wat er gaat komen. Dan ga ik misschien een hele vreemde vraag stellen. Of juist helemaal niet. Dat weet ik nog niet. Dat ga ik zo horen. Heb je je rentschoenen al aan? Ja, die heb ik al aan. Vanaf, vanaf hotel? Ja. Oké. Okay. Ja, en het, uh, uh, wat je wel moet doen, dat is een tip, maar dat moet je zelf weten. Sowieso altijd twee, paar minimaal um, zolen moeten altijd weer even terugveren hè, als mm -hmm. je die dat het aan hebt gehad. En sowieso de halve en de hele, als je twee dagen achter elkaar rent, doe dat alle twee op een ander paar schoenen zodat je zeker weet dat die weer helemaal perfect in jouw vorm zijn om uh, die runs te kunnen doen. Ja, <laughs> dat is een tip die heel veel mensen vergeten en die als je normaal thuis rent, ook niet boeit. Dan... Ben je waarschijnlijk niet zes dagen op elkaar aan het rennen. Dus ja, ja precies. maar niet fluit. Maar je bent, je had al getraind. Ja. <laughs> dus die moet je erbij tellen. Ja, niet ja, dat dat ja. dan dus, magisch niet werkt. zeg maar. Ja, je schoenen, die, dat is vooraf al natuurlijk een verhaal, want je traint erop, uh, je kijkt al of, uh, of dat allemaal goed zit. Daar moet je die kilometers al op maken. Dan voel je al of die damping goed is. Hè? Vooral als je boven die 21 kilometer gaat rennen. Dat is gewoon heel belangrijk. Uh, ja, en twee paar schoenen in Amerika. Hè? Het kan ook regenen. Er kan wat anders gebeuren. Zorg gewoon dat je dat je materiaal bij je hebt, dat dat klopt. Want je wil niet zo morgens vroeg opstaan en erachter komen dat er iets niet in orde is. Of de avond ervoor als je dan klaarleggen bent. Precies ja. dan. <laughs> uh, maar dan ga je aan die 21 beginnen. Dus uh, ben al... Ja, we, die, 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 dat hele voortraject heb je allemaal al meegemaakt, dus al die invloeden valt wel mee, hè? want dat heb je nu gewend. <laughs> dat heb je al twee keer kunnen wennen. En dan... Welke parken moet je allemaal door? Ik was zo enthousiast om de 21 te gaan rennen, uh, omdat ik wist dat dit de eerste keer ging zijn dat ik door Main Street naar het kasteel mocht gaan rennen in mijn kostuum als Pegasus van Hercules, <laughs> inclusief vleugels. <laughs> dus ik was gewoon, ja, ik had er echt ontzettend veel zin in. En uh, op dit moment ren je dan drie parken, dus dan ga je hè, uh, uh, je hebt Epcot, uh, door, uh, Studios en dan ja dat kasteel. Op het moment dat je weet dat je bijna bij Magic Kingdom bent en je slaat af en je mag dan het bochtje om en je rent heel Main Street af en je ziet aan het einde het kasteel, wetende dat je er omheen gaat rennen en er door mag gaan rennen. Die ervaring, ja, als je een beetje Disney geek bent en je houdt ervan, ja, dan, dan is dat het allerleukste wat je kunt doen. Anders ga je de hele run niet doen, trouwens. Hoor. Als, je dat niet, als je dat niet een klein beetje hebt, dat wil je. En dat maar. is uh, waarom heel veel mensen ook trainen voor die halve marathon. Want bij die vijf en de tien kom je dus niet in Magic Kingdom. Ja. Vanaf de halve mag je door dat kasteel rennen. Ja, dat is dat, dat magische moment wat, wat niemand je afneemt. Precies. En, wat, ja. en vooral wat je zegt, het is die hele Main Street door. Het is niet een paar meter, het is gewoon. Je en allemaal kijken, mensen, ja. uh, allemaal borden, mensen roepen naar je. Er worden met koubels met geklingeld. Uh, ik ben daar een paar uh, Run Disney uh, uh, Instagrammers tegengekomen. Natuurlijk meteen op de foto die ik al heel lang volg. Het was zo'n ervaring daar. Ja, en dan, dan sla je om en dan mag je nog een heel stuk door het park rennen. En dan door dat kasteel in. En dan kijk je weer uit over, over dat hele park. Ja, dat, dat gevoel en dat zien, ja, dat is. Uh, maar hoe, Eigen... hoeveel, voor hoeveel kilometer is dat? Um, of is niet het begin? Nee, bij de halve is het ongeveer halverwege. Bij de hele marathon uh, is het uh, volgens mij bij mijl tien, geloof ik. ik dus dan moet je wel een stukje rennen. Ehm um, dus... Oh. Ja, de 13 is een halve marathon, 13,1 mijl. Dus als je bijna bij de halve marathon bent in de, in de hele marathon, dan kom je ook pas door het kasteel. Dus je moet wel even een stukje. Ja. Maar dat is een voordeel, want je hebt iets om naar uit te kijken. Ja, ja, ja letterlijk. Ja. ja. <laughs> dan, dan ren je die, dan ga je helemaal naar de tering, want dat is 21 kilometer. Dat is niet tot je. Ja, deze keer, het eind, uh, komt. Wat, wat wel heel jammer is, ik heb het gelukkig ook teruggehoord, dat wist ik niet. Maar ik zei nog uh, daarna: van het gek is dat de eerste helft van de halve marathon was echt uh, ja, alles bekijken en dan ga je door het kasteel. Het tweede deel was dit keer wat, ja, wat saaier, er was wat minder op het pad. Duurde ook best wel lang. Uh, ik heb dat gewoon fijn gerend en weer om me heen gekeken. Maar ik heb het ook wel heel veel teruggehoord dat ze het tweede deel van de halve marathon uh, iets minder uh, aangekleed uh, vonden. Ja, en wat, wat, wat dan ook nog een keer gaat meespelen. Om vijf uur begint die run. Jouw startvak is bijna een uur later, zes uur. Uh, bij de vijf ben je een half uurtje later of een uurtje later ben je weer terug. Mm -hmm. Bij de tien ben je een uurtje of anderhalf uur later terug. zit je op half acht. Is het al snel gerekend, ja, half acht. Hier ben je ergens tegen negen uur aan het rennen, toch? Uh, ja, in dit geval uh, uh, met acht alles uur, kijken ja. en alles doen hebben we, geloof ik. Uh, een kleine drie uur gedaan over de halve ja, dus... marathon. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat er ook heel veel plekken zijn waar je gewoon bijna niet harder kunt rennen. Omdat er zoveel mensen meedoen. Er zijn soms hmm. smalle straatjes, uh, smalle wegen of plekken waar je toch even moet inschuiven. omdat er zoveel gebeurt. Uh, vooral ook op Main Street. Hè. Mensen gaan natuurlijk veel uh, lopen, willen foto's maken, willen filmen. Steek een handje omhoog. Precies daar. Ja. Heel <laughs> dus er gebeurt zoveel om je heen. En dan moet je wel rekening mee houden. En dat had ik niet, uh, of dat weet ik nu. Je traint voor al die kilometers, maar wat je vergeet is dat je iedere run veel langer op je benen bent dan dat je eigenlijk had getraind. Het is wat ik zeg: je gaat hier de deur uit, je rent er zes ja. en je bent terug. Ja. In je eigen tempo, op je eigen plekken, op dat. En nu moet je opeens de 15, 21, 41 rennen, 42 rennen, op een plek die je nog niet kent, waar je dus invloeden krijgt. Met mensen om je heen die niet in jouw tempo rennen, waar je voorbij wilt, maar die niet aan de kant, eh, aan de kant gaan, wat weer je uit je ritme haalt, dat telt wel allemaal op je benen. Want ja, je wilt dat ritme aanhouden. Ja, ja, want dat ja. is het meest fijne waar je op kan rennen. En niet op iemand anders zijn ritme. Als nou sneller of Ja, nee, dat Klopt, dat klopt. En ik um, moet wel zeggen dat ik. De eerste drie runs, ik heb daar echt zoveel plezier aan gehad. Er gebeurde zoveel. Ik heb daar gekeken. Het is ook iets wat ik zo graag wil. En ik was er op dat moment en ik wilde ook allemaal opnemen, wat er gebeurde. Ik was absoluut niet bezig met al die uh, zaken die daar omheen zitten. Terwijl ik ook. Hè, en nogmaals, ik luister ook heel veel podcasts mm -hmm. van Amerikaanse runners. Uh, daar kwamen toch ook heel veel dingen naar voren. Wat, wat ze misschien als vervelend hadden ervaren. Of. Um, uh, die ze graag anders hadden gezien, terwijl ik op dat moment alleen maar dacht, oh, ik ben hier en ik ben hier aan het rennen en ik vind het fantastisch. <laughs> dus het ligt ook aan met welke mindset je erin gaat, of je, of je dit de eerste keer natuurlijk doet, of dat je dit misschien hè, als Amerikaan misschien al vaker hebt gedaan en dan ja. zie je misschien het grote verschil ertussen. Ik, ja, ik heb die drie eerste runs met superveel plezier gerend. Wel wetende dat er natuurlijk nog iets anders kwam. Ja, want je bent, dit is dan tot, tot ongeveer negen uur ben je dus bezig geweest. Dus ook de, 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 de warmte begint hè, te komen. Ja, viel hè, die de... dag gelukkig eh, inderdaad nog mee. Maar je voelde inderdaad dat het dan langzaam met de zon opkomt. En ja. dan eh, komt er ook inderdaad wat warmte mee. Ja, en dan ga je zo snel mogelijk terug de bus in, terug naar uh, hotel gestrekt? Nou, dan kom je weer terug op dat hele grote terrein. En daar staat die Joffries koffiecar. Dus dan gaan we een lekker koffietje halen. En dan wat fotomomentjes. En dan ga je langzaam naar de bus, lekker douchen, even rusten. En uh, we hadden sommige dagen wel, uh, dat is wel leuk. Bij sommige resorts kun je gewoon eetafspraken maken. Mm -hmm. hè, dat je gewoon bij die restaurants daar uh, kunt boeken. Uh, dat soort dingen hebben we op die dagen gedaan. Dus dan ja, houd je toch op de been, want je moet wel in beweging blijven, die dagen. Ja, als je, kunt je niet gestrekt in bed blijven. Precies, leggen, dat, want als je dat gaat doen, dan heb je kans dat er natuurlijk uh, de benen stijf worden of de, dat het lichaam dadelijk uh, uh, vermoeid raakt. Uh, dus we hebben wel besloten om die dagen wel lekker te blijven bewegen op een rustige manier. En heb je dan nog uh, speciale. Uh, 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 gestretched uh, massagesachtige dingen gedaan na zo'n lange run, zeg maar? Ja, ik hoorde heel veel mensen die zeggen, ja, ik neem mijn massagegun mee of mijn foamroller of uh, dat soort zaken. Ik had ook voorgenomen om uh, lekker te gaan zwemmen. Uh, maar eigenlijk heb ik iedere dag gewoon um, ja, gelopen en gedaan wat ik wilde. Uh, er is een skyliner daar, daar kun je met de, met de skyliner kun je ook naar andere uh, resorts toe mm -hmm. of kun je naar andere parken. Dus dan hoef je niet te lopen. En met de bus nogmaals hè, naar Disney Springs. En dan ga je daar even lekker eten. Dus we hebben op het gemak van alles gedaan om in beweging te blijven. Maar al die bijzondere zaken, zoals een foamroller en een massagegun... of daar in de massagestoelen gezeten, dat, nee, dat nee. hebben wij niet. Dus gewoon eigenlijk uitgelopen, gewoon rustig Precies, die benen ja. nog ja. wel in beweging gehouden. Want het ja, is wat ik zeg, het zal echt voor iedereen verschillend zijn. Maar Precies, voor mij, ja. ik, ik denk 15, 21 is te doen, zeg maar, zonder tierlantijntjes, nodigheden ja. of dat soort dingen. Maar niet heel veel later, want de tijd ertussen wordt steeds korter. Wat best gek is eigenlijk. Je hebt uitgerust, je hebt gegeten. Je moet echt op tijd naar bed voor die 42 lijkt me. Ja, die dag um, heb ik inderdaad rustig aan gedaan. Uh, ik had wel Mexicaans gegeten die dag ja. met vrienden bij een Mexicaans restaurant. <laughs> Goed ingepland. <laughs> maar uh, nee, alles gewoon op het gemakje. Superleuke, relaxe dag. Maar ja, wel op tijd inderdaad uh, die zaterdag uh, lekker op, op de hotelkamer films gekeken... en gewoon relaxed gedaan, omdat nee, maar, je weet... maandag dat er gewoon Disney Plus aanwezig is, niet toch? Niet op alle resorts, nee. Maar oh, er man, zijn man, genoeg, man. genoeg zenders met genoeg Disney okay. films. Dus die heb ik uh, ja, lekker liggen <laughs> Gebeest, kijken op ja. bed. <laughs> en vooral gerust, want ja, dan weet je dat... dan het allerbelangrijkste op dat moment komt... hetgene ja. wat je nog niet gedaan hebt. Ja. En waar je twee jaar inmiddels voor getraind hebt. Ja. Ja. Vertel het maar door. Ik kan nu gewoon de microfoon neerleggen. Want, uh, <laughs> nu komt het hoor. Ja, nee, dan, dan sta je op en dan weet je gewoon dat je de laatste run gaat doen. Het enige wat je wil is gewoon die dag ook finishen. Want je weet van heel veel verhalen van mensen dat het ook moeilijk kan zijn. Mensen die tegen de muur aanlopen. Mensen die de man met de hamer tegenkomen. Alle verhalen had ik gehoord. Uh, heel veel mensen die bang zijn voor Balloon Ladies. Ik weet niet of je die kent. Uh, dat zijn de dames die achteraan uh, uh, op je wachten, als een soort grim reaper, <laughs> en die komen ophalen. <laughs> ja, terwijl heel veel mensen zeggen dat ze super vriendelijk zijn. Ja, dat lijkt me wel. Dat is minstens wat ze kunnen zijn. <laughs> <laughs> maar inderdaad, de, de balloon ladies zijn de vrouwen die als allerlaatste starten. Dus zij starten als, als allerlaatste aan de run. Zij hebben een, uh, ze houden 16 uh, uh, minuten per mijl aan. En dat moet je eigenlijk volhouden om die run uit te lopen. Want je mag voor de marathon uh, mag je 7 uur uh, uh, op de klok zetten. En dan moet ja. je binnen zijn. Daar en... zit dus een, wel een tijdslimiet op, zoals we in het begin zeiden. Die 5 heeft dat niet. Mm -hmm. De 10 heeft dat in Parijs ook niet. Hier wel dan? Ja, je moet uh, ik weet alleen even niet uit mijn hoofd wat de tien en de halve zijn, heb ik eigenlijk niet in verdiept uh, maar ik weet dat de hele is dus inderdaad zeven uur en ze ja. zeggen als je eigenlijk, want de balloon zijn niet de mensen die je van het parcours afhalen dat zijn de mensen van, uh, van Run Disney zelf, maar als je achter die dames komt en ze zien dat je niet meer voorwaarts kunt bewegen om wat voor reden ook, ja. dan word je inderdaad van het parcours gehaald en uh, die zeven uur is niet vanaf startvak één geteld, maar vanaf... als zij vertrekken als zij vertrekken. Dus het, het, je hebt echt wel wat speling en je hebt, uh, uh, je kunt, een, je hoeft dus echt niet snel te rennen. Je moet alleen in beweging blijven wil je het redden. Dat is het vooral. En Als je echt ja. stilstaat, dan red je het niet. Maar op en er zijn veel mensen bang ook voor deze dames. Hè? En en het hoorde ik, tijdens de run wordt er continu worden benoemd. Ze zijn zoveel minuten achter ons. Ze zijn zoveel minuten achter ons. Ze zijn zoveel kilometer of mijl achter ja. ons. Mensen maken elkaar alleen maar bang daarvoor. Terwijl als je over een flyover rent en je ziet de zeven mensen achter je, in ons geval dan, dan weet je ook dat je gewoon ja, lekker lekker in je run ja. zit. Um, maar ik heb ook mensen gehoord, ook weer verhalen gehoord van mensen die echt net voor die dames rennen. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel spannend. Uh, we hebben ook mensen gesproken die inderdaad toch van parcours zijn gehaald... doordat ze achter de dames ja. kwamen. Uh, maar dat heeft dan te maken met training en mensen die zeggen... ik probeer het wel. Of mensen die misschien om een of andere reden niet rennen of redden. Het zit er allemaal in, hè? Dat, maar dat kan bij iedere wedstrijd zijn. Als jij een, een steek krijgt in je, in, je, in je maag of in, wat is het hier, wat dan ook... op de vijf, na twee kilometer, dan ren je hem ook niet uit hoor. Echt niet. Als het pijn doet, doet het pijn. Ja, precies. En, dan, en dan is het gewoon klaar. En voor sommige mensen is het op een gegeven moment ook misschien te veel. Of het nou met het weer te maken heeft, of ja. met voeding, of met je lichaam. Of indrukken. Gewoon ja. de, de stress, dingen die om je heen gebeuren. Ja, precies. Ja. Precies. Dus ja, goed. Wij wisten wel, nou, die dames, hè, die gaan dan ergens in ons startvak starten. Want wij zaten het laatste startvak. Uh, daarom wilden wij gewoon lekker voor in het startvak blijven, zodat je Schilden gerust kunt Ja, zodat je gerust kunt starten. Um, en dan ga je rennen. En deze keer weet je dat je alle parken gaat bezoeken. Uh, en um, weet je ook dat er een hele lange afstand komt. Maar ik wilde vooral genieten. En dan begin je met rennen. Ja, en dan. Uh, ja, gebeurt er zoveel dat je eigenlijk denkt, ik weet dat die 21, hè, dat, dat ik dat kan. Dus daar gaan we je daar, hebt ja gaan we eerst die kant op. En dan ren je deel door Epcot, dan ren je weer door Main Street heen, door het kasteel heen, wat al fantastisch is. Um, dan mag je ook nog uh, richting Animal Kingdom. Dat is de eerste keer dat je die natuurlijk gaat rennen, dat is het uh, dierenthema park mm -hmm. van Disney. Um, daar mag je ook weer helemaal doorheen, uh, ren je langs, langs uh, de Mount Everest, heel bekende uh, attractie. Er staan uh, ezeltjes voor het park met uh, grappige spandoeken. Uh, dat is ook de, de weg waar je de banaan krijgt, waar iedereen uh, natuurlijk om lacht. Hè, want ja, wie rent er nou voor een banaan? Wij allemaal. En dan komt ook langzaam de zon op. En toen merkte ik wel, ja, nadat je uh, Animal Kingdom uitrent, ren je naar Blizzard Beach. En Blizzard Beach, dat is uh, een van de waterparken. Oké. Okay. Maar daar rennen we dit jaar niet in. Dat was de laatste keer wel. Dit keer ren je uh, over de parkeerplaats. Dus uh, ja, je mag een rondje over de parkeerplaats. Nog steeds over asfalt. Uh, waar op dat moment heel weinig schaduw is. En de zon echt begint oh. te komen. Toen merkte ik wel dat dat het punt was na de 20 mijl. Uh, waarbij ik uh, toch stijve benen kreeg. En dat je denkt van boy, ja... Het Is toch wel echt een afstand die ik moet afleggen mm -hmm. en je bent um, er niet? Nee, nee, dan moet je er nog ja, 12 ongeveer. <laughs> ja, dan moet je naar, nog zes mijl rennen en het oh, enige 6, 9, dus ja, oké. Okay. Ja, in mijlen. Ja, ik moest moet even je, omrekenen. Ik denk ja, dat, ja. Dit. als je eenmaal, ja, nou, als je eenmaal daar in de mijlen ja. zit, dan ben je niet voor aan ja. denken, maar als je inderdaad um, uh, zoals in mijn trainingen heb ik de 20 mijl gerend, 32,1 kilometer. En dan weet ik, oké, okay, dat haal ik. Ik heb dat alles gedaan, kan ik nu weer. En wat daarboven komt, ja, dat vind je natuurlijk spannend, want dan ga je meer rennen dan je ooit hebt gedaan. Nadat je de vijfde, tien en een halve nog hebt gerend. Heb je niet uh, getraind op 42? Nee. Oké, okay. nee. dat is gewoon, let's go. Ja, dat, uh, uh, daar zijn ook theorieën over. Hè? Dat als je een bepaalde afstand wil rennen, dat je niet per se ook die afstand hoeft te rennen, mm -hmm. dat je de laatste meter, of de laatste kilometers of mijlen uh, dan ook kunt rennen als je die bepaalde afstand rent. Er ja, dus zijn zet, mensen zet die rennen. We net in de. Uh, ben de naam kwijt. Ik woon in je energielevel dat je dat sowieso haalt. Door omgeving, ja, er zijn door mensen die, die vinden het heel fijn om die halve marathon, of die hele marathon alles een keer gerend te hebben voordat ze die wedstrijd doen. Mm. Uh, mijn tactiek is hetzelfde als dat ik die in Parijs heb gedaan. Toen had ik als verse acht, 18 kilometer gerend. En daarna in Parijs de 21. Dan weet ik ook, okay, dat is mijn doel. Daar ren ik naartoe. En dan heb ik het daar gehaald. En dat was in dit geval ook. Ik wilde mijn echte eerste marathon daar rennen. Dus dan ga je boven die 20 mijl. Ja, en dan denk je eens warm. En dan worden er sponsen uitgedeeld. En dan krijg je ijszakken. En die neem je allemaal lekker aan. En dan helemaal over je heen. Maar ik heb geen moment gedacht dat ik het niet ging redden. Ik wist, ik ga vooruit. Ik wil dat. Dit is mijn doel. Ik ga ervoor. Er gebeurde van alles. Um, dan komen er liedjes van Disney af en toe om je oren. Dat je denkt, ja, deze had nu precies je moeten zijn. Hè? Go the distance bijvoorbeeld. Ja, hè? ja, ja. En dan ren je naar Hollywood Studios. En bij Hollywood Studios weet je dat daarna komt de boardwalk, noemen ze dat. Dat is uh, een stukje rond de water en daarachter ligt Epcot. En bij Epcot is de finish. En dan ren je door Hollywood Studios en dan krijg je daar nog lekker een chocolaatje en dan ren je door. Maar ondertussen, ja, die benen, die hebben het echt wel zwaar. En dan is het in je hoofd dat je heel sterk wil zijn om door te rennen. Maar dat was wel een moment dat ik ook af en toe even een stukje heb moeten lopen om het me daarna weer te herpakken. Omdat je gewoon al zo lang op je benen bent. Um, dat je wel denkt, oké, okay, ik wil sterk finishen. Maar dan moet ik wel nu even een stapje terug. Uh, waarbij ik niet alleen wilde lopen. Hè. Heel veel mensen gaan lopen. Je wilt toch blijven rennen. Maar dan ga je een beetje die run, walk, run doen. Stukje rennen, stukje lopen. Uh, en dat heb ik allemaal zo door Hollywood Studios gedaan. En dan kom je bij de boardwalk. En dat is in het begin echt super smal. En dan wordt het weer inderdaad hè, en lastig, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Dan moet je iemand anders tempo aan gaan nemen of gaan mensen lopen. En dan is het een heel naar stukje om weer even vrijheid te krijgen. Want je weet dat je er bijna bent, maar je kunt ook niet de tempo lopen wat je graag wil. En, ja, dan dat is maakt het, het niet makkelijker. Nee, nee. Dat, dat, dat zijn wel dingen, ja, dan moet je ook met je mindset natuurlijk denken. Ja, nee, ik ben er bijna. Relax, komt goed. We nemen nu even dit tempo aan. Het is niet jouw tempo, maar we gaan vooruit. We gaan die kant op. Ja, dan kom je bij Epcot aan en dan denk je, ja, dan ben ik er bijna. Maar wat je dan vergeet is dat je nog. Door Epcot moet. Helemaal eromheen moet. En dan nog inderdaad de bocht om naar de finish. Um, maar op dat moment staan er zoveel mensen. Overal is muziek. Uh, er zijn mensen die halen daar zelfs. Hè, want alles is ondertussen open. De parken zijn open. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon daar het park bezoeken. Die staan te die kijken. Die hebben last van je. Ja, sommigen misschien wel. Ja. Maar er zijn ook echt mensen die gaan uh, bijvoorbeeld bij standjes... Hè, een froze margarita halen of een biertje... want ze willen daarmee over de finish. Dat kan allemaal. Dus die gaan al die dingetjes doen. En dan loop je dat hele meer rond... en dan weet je, oké, okay, dit is het bord van 26 mijl. Dus dat betekent dat de volgende stop de finish is. Ja, en dan ren je richting die finish... en dan staat daar natuurlijk Mickey te juichen... Hoe jij over die finish komt met weet ik hoeveel fotografen. En dan ontvang je die medaille. En mag je doorlopen. Want er staan er nog twee op je te wachten. Ja. Heel klein dingetje terugpakken voordat ik naar die medailles toe wil. Want je zegt al, op een gegeven moment ben je gaan wandelen. Je blijft in beweging. Dus mm. het is als je achterom kijkt, zie je die ballonladies uh, nog lang niet. Nee, nee. Um, ballonladies. Maar... Uh, je gaat dus wel je tempo aanpassen. Je gaat wel die tempo aanpassen in die smalle straatjes. Hoe kom je weer op tempo dat je zegt van dit, dit red ik? Want op een gegeven moment krijg je inderdaad wel die man met de ham of de verzuring dat je denkt, ja als ik was doorgerend had ik dat niet gehad. Want... Ja, en dat is een lastige. Um, je kunt denk ik nooit bij geen enkele run je voorbereiden op wat je lichaam gaat doen of hoe je erin staat of wat er gaat gebeuren. Uh, het enige wat ik wist, en nogmaals, ik heb er nooit over getwijfeld, ik wist van mezelf, ik ga dit finishen, hoe dan ook. Ja. Hè? Uh, ik weet dat ik het ga halen, ik ben al op dit punt en ik weet van mezelf, als ik het in mijn hoofd zet, dan moet ik die kant op en dan gaat het goed komen. Daar gaan we voor. Er zijn genoeg mensen ondertussen uh, die hetzelfde misschien hadden, maar die door hydratatie, door de zon, door welke reden dan ook misschien, hè, dat niet halen. Uh, dus achteraf realiseer je je wel. Dat er zoveel andere invloeden zijn dan alleen je wilskracht natuurlijk. Wat ik uh, vooral heb gedaan, is ook meegegaan in het moment. Want als je alleen maar in je hoofd gaat zitten van, oh nee, nu kan ik niet rennen zoals ik wil. Of dadelijk kan ik niet meer lopen. Of deze mensen stoppen. Waar zijn die vrouwen die achter me aankomen? Als je dat gaat doen, ga je alleen maar paniek zaaien in je hoofd, die er eigenlijk niet hoeft te zijn. Mm -hmm. En ik heb alleen maar gedacht. Oké, okay, dit stukje gaat niet zo snel. Iedereen gaat hier lopen. Nou, dan ga ik ook maar meelopen. Want ja, ik kan toch niet rennen. Wat heeft het dan voor zin om me daar druk over te maken? We gaan allemaal voorwaarts. En dat moet je continu, denk ik, wel in je achterhoofd houden. Dat je wel soms mee moet gaan met wat er gebeurt in de situatie. Maar het is niet dat je bent gaan compenseren daarvoor. Dat je denkt. Ik, ik, ik moet daarna weer een stukje sneller gaan rennen, omdat ik net. Nee, okay. nee ik, wist, ik wist gewoon uh, dat mijn tijd goed zat. Ik wist dat ik al een, een stuk. Ja, we zitten gewoon een stuk voor die dames die uh, met een hmm. ballonnen aankomen rennen. Er waren nog zoveel mensen om me heen. Ik wist dat als ik gewoon in mijn eigen tempo lekker voorwaarts ging, dat het goed ging komen. En ik heb me daar dus ook niet druk om gemaakt. En natuurlijk, je hoort mensen om je heen zeggen dat, dat, uh, dat die sweepers achter je aankomen of dat uh, de tijd er bijna op zit. Maar er zijn mensen die zich alleen maar uh, je eigen paniek zagen ja, ja, ja. in hun hoofd. Daar moet je niet mee bezig zijn. Als jij weet van jezelf, uh, ik zal dat de hele tijd op een lekker tempo, ik ren mijn eigen run, ik kijk om me heen wat er gebeurt. Ja, er zijn zoveel leuke dingen te zien. Natuurlijk heb je het zwaar en natuurlijk voel je dat in je lichaam. Maar dat betekent niet dat je jezelf daarom gek moet maken. Nee, nee. Blijf, dat... blijf bij jezelf op dat moment. En dan weet je, als ik voorwaarts ga, ga ik ook naar die finish. En of je dat stukje nu loopt, dat gaat echt niet de grote invloed zijn op al die mensen die nog achter je zijn. Of dat je het niet gaat halen. Want dat heb je al lang gecompenseerd met het. Met de 26 of 25 <laughs> mijlen op dat moment ja. die je al hebt afgelegd. Ja, ik vind het altijd lastig als ik gewoon, gewoon normaal aan het rennen ben en ik moet al bij een, uh, bij, uh, bij een rotonde, zeg maar, even stoppen omdat de auto voor moet. Dan denk ik, ja, maar ik wil in mijn tempo blijven. Want als ik daarna moet opstarten, merk ik dat wel. Je merkt gewoon aan je benen dat je net niet dat tempo hebt gehad en dat je dus weer moet gaan. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat ik vind dat wel altijd, altijd lastig van, van in hoeverre. Heeft dat echt invloed op lange stukken? Want korte stukken snap ik, hè? want dan is het gewoon vijf, vijf kilometer, snel mogen rennen. Dit is weer tien seconden, twintig seconden vertraging. Maar op een lang stuk, ja. Nou, dat nou... Is, het is wel goed dat je het aanhaalt, want wat is natuurlijk ook iets. Um... Je zegt zelf, ik ren graag, dus ik wil rennen en ik kijk om me heen in de parken. Maar mijn doel is rennen. Ik heb het hele park niet gezien hoor. Ik had je... ook een Effeling kunnen rennen. Geen idee. <laughs> dat is misschien ook wel een leuk idee. Nee, daar ren je niet doorheen daar ren je omheen. Want de Effeling rent, rent niet door ja, de Dat is jammer Efteling. hè? Had ik al gehoord. Ja. Ja. Maar het is wel een goede dat je het aanhaalt. Want um, wat mensen vergeten is, gelukkig is dat in Amerika veel beter geregeld. Weet ik niet, misschien is het makkelijker geregeld. Maar in Parijs zijn de rijen voor de uh, characters altijd super lang. Dat is bij de vijf kilometer in Amerika ook. Maar bij de andere races is het eigenlijk best wel vlot. Je gaat in de rij staan, foto gemaakt door, foto gemaakt door, foto gemaakt door. Dat gaat best wel snel. Alleen sta je soms wel even stil en dan start je weer op. Dus staat stil, mm -hmm. je start weer op. Dat moet je natuurlijk wel meenemen, Wil ik dit? Heb ik hiervoor getraind? Want iedere keer... He, als ik de stop, moet ik inderdaad weer opnieuw opstarten. En sommige mensen vinden dat heel lastig. Mensen die langzaam zijn, zullen misschien ook minder snel die stops maken. Want die hebben zoiets: zolang ik voorwaarts blijf gaan, blijf ik voorwaarts gaan. Mm -hmm. Ik heb uh, enkele stops gewoon gedaan. Ik heb fotostops gedaan. Ik heb voor het kasteel een foto laten maken. Dat ging stoppen, even staan, klik, doorrennen. Daar heb ik totaal niet over nagedacht. Ik heb niet over nagedacht hoe lang je dan meer op je benen bent. Ik heb er niet over nagedacht. Uh, dat dat invloed kan hebben inderdaad op je rentempo. Maar dat is misschien een verschil met mijn manier van rennen, omdat ik eigenlijk... Um... Jij stopt altijd om een foto te maken, of maak je die van nou, tevoren? Ja, dat zijn, nee, <laughs> ik, ik stop inderdaad onderweg. Als ik uh, reën zie, stop ik inderdaad ook om daar een foto van te maken. En dat, wil, dat wilde ik inderdaad zeggen... Um, mijn doel is nooit geweest dat ik heel snel ren. Ik, ik, ik weet dat ik uh, middle of the pack ben. Hè? Dat ik uh, niet vooraan ben mm -hmm. en ik ben ook niet achteraan. Ik weet dat ik altijd ergens in het midden zal zijn met mijn tempo. En dat vind ik prima. Uh, daardoor heb ik ook uh, zo goed als geen blessures ergens van opgelopen. Uh, ik ren lekker mijn runs. Ik heb. Uh, supergoede races gerend. Ik heb uh, halve marathon in, in Amsterdam gerend met een vriendin wat supergoed is gegaan. Dan ben ik heel trots op een tijd die ik neerzet. Maar als ik hier ga rennen, dan maakt me die tijd niet uit of ik nou drie keer stop of ik wandel een stukje of ik kijk wat er gebeurt of ik ren wel aan één stuk. Maar het zijn wel dingen die je mee moet nemen. En als je weet ik heb moeite met opstarten uh, als ik gestopt ben of als ik langzamer ga heb ik een moeite om dat tempo bij te houden. Of ik, uh, ik wil uh, juist zo vaak stoppen. Ja, dat zijn dingen die moet je wel meenemen in zo'n run. Uh, 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 de, je drinkmomenten, je eetmomenten. Misschien moet je gewoon naar de wc uh, Die stops Precies. erbij. Het zijn allemaal dingen die je, als je dat van tevoren bedenkt. en je traint daarvoor of traint daarmee. dat je ook gewoon zegt: van, Nou, oké, okay, als ik daarachter die 10 ga rennen, wil ik gewoon drie keer stoppen op de 3, 6, en nog 9, want dan heb ik hè, nog net iets meer over op ja, de laatste ja, ja. kilometer. Allemaal geen, geen, geen probleem. Als je het maar van tevoren bedenkt. En niet dat je dan op die dag zelf denkt, nou, vandaag is ik dit. Want dan merk je dat je dat niet voor oefend hebt. En dat je dat echt wel invloed heeft op ja, hoe je je voelt. En ik heb ook met mijn lange runs bijvoorbeeld inderdaad... Het is een foto maken, maar ook had ik besloten als ik onderweg heb... Want ik zei, boven de 21 neem ik ook ja, eten en drinken mm -hmm. mee. Op het moment dat ik dat ging doen, ging ik ook lopen. Want dat heb je dadelijk ook bij die, bij die Disney events. Of als je een, een renwedstrijd doet, als je gaat... Uh, bij die drinktafels uh, komt. Ja, dat is daar zo druk en, en er zijn zoveel mensen. Ja, dan kun je niet uh, rennen, drinken en uh, weer door. Dat is altijd langzamer. De keuze alleen, loop ik dat stukje of blijf ik langzaam rennen? En ik heb vooraf in mijn training besloten, als er een drinkstop komt, dan loop ik even rustig, drink ik even rustig, ik eet even rustig en dan ga ik weer door. Dus als je dat meeneemt in je trainingen, dan weet je hmm. dat ook. Alleen vergeet je dan nog dat met zoiets je zoveel meer en zoveel langer nog op je benen bent dan je eigenlijk ja. hebt getraind, maar nogmaals, als je daarvoor gaat en je weet dat dat je doel is, dan. Maar je hebt die ja. waterpack om. Is dat niet voldoende voor dieren? In Amerika had ik hem niet om. Ik had het okay. alleen om met trainen, ja. Oké, okay, dus het is dus echt gewoon... gewoon je, je bent afhankelijk van die waterpunten die Disney je uh, aangeeft. Ja, ja, en die zijn er... ik had al bekeken, er waren echt genoeg punten voor mij. Dus om de paar honderd meter toch, of niet? Uh, ja, om de zoveel kilometer hebben ze wel, uh, wel punten staan. Er worden ook uh, wat dingen uitgedeeld qua voeding. En daarom had ik ook besloten dat ik iedere drinkpos pak ik mee. Zowel de Gatorade als het water. Want... Je wil, niet, of je wil niet dat er gebeurt dat je denkt, ik pak het niet. En daarna zegt je lichaam... Uh, hè, of je lichaam zegt, ja, ja. shut down, want ik heb niet genoeg voeding. Uh, ik kap ermee. Ook al had ik geen dorst, ook al had ik geen honger. Uh, ik heb alles gewoon gepakt. Het enige wat ik wel merkte, is je krijgt tijdens de half een hele... Krijg je, uh, bij de hele krijg je twee bananen bijvoorbeeld, ja. Ik dacht, oh, ik heb echt geen zin in een kleve banaan. Dus ik heb er maar eentje gepakt. En je krijgt er ook van de honey stinger, van die snoepjes. Maar je hoorde al alles wat je krijgt, eigenlijk vrij zoet. Voor een keer, als ik dus zoiets zou rennen. Ja, precies. Dus voor een keer, als ik zou rennen, zou ik zelf iets zouts meenemen. Maar dat is dus uit ervaring. Omdat je dan ja, ja, merkt. Dan hou je, je je vocht binnen in plaats van. Ja, ja, dus, ja dat zijn dan dingen die je, die je ja. leert. Maar ja. er wordt genoeg aangeboden. Ja, ja. Uh. Uh, maar je moet het willen. Als, en zijn er van fijn vinden omdat. Te eten, te nuttig of wat? Ja, en als je weet dat je speciale dingen graag uh, gebruikt tijdens je run, of een heel ander merk of uh, uh, bepaalde jelletjes, ja, dan zorg dat je die meeneemt, want er is wel genoeg voeding op het parcours en ze verzorgen heel veel. En je kunt dingen op de expo kopen. Maar als je zegt voor mij werken bepaalde dingen heel goed, neem die gewoon mee. Ja, Ik, ik zou echt nu ook weer vandaag bijna de hele dag geleefd op, op Jimmy Joyce en Plenty Drinks dat je denkt. Ja, ik zou het gewoon bijna meenemen. Maar dat kan. Ja, 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 maar het is echt zo'n ga ik dan in ieder hand gewoon zo'n pakje van 400 milliliter, 400 kilocalorieën pakken, heb je toch 800 kilocalorieën mee? Of inderdaad dat dat in zo'n vest en dan tussendoor. ja, nee, heel veel mensen rennen dan met een bel oh, ja, ja, goed, dat is net waar ja. je prettig bij voelt. Maar dat zijn wel dingen waar je even over na ja. moet denken. Uh, dan zijn mensen die zeggen: ja, gallery, dat is echt niet mijn ding. Ik heb een ander merk of ik heb misschien een bepaalde tabletten die ik in het water doe. Mm -hmm. Dat soort dingen moet je wel over nadenken. Ja. Maar je hebt wel echt die voeding en die uh, de, het vocht wordt aan. Geboren, dat heb je gewoon wel echt nodig. Ja, en dat is het natuurlijk in mijn hoofd, denk ik, ja, maar ik kan de 21 zonder, dan kan de 2, weet ik ook, zonder. ik ga niet dood nadenken over 42, maar dan, dan kan het ook wel zonder. Toen je denkt, ja, nee, dat, ergens geef je lichaam ook gewoon op, gewoon letterlijk op en wat dan. En dat is natuurlijk wel lastig, hè? dat je daar, als je daar niet op traint, mm -hmm. geen rekening mee houdt, dan kom je inderdaad achter die groep uh, terecht. Uh, want ah, dat doe ik wel. We, een beetje, we, ik ben wel sportief, dat lukt wel. Ja, maar zo, zo makkelijk is het niet. Dit is echt wel. Doe dan de vijf en de tien. Weet je, ga dan gewoon lekker gewoon daar helemaal los. Dat lukt, dat mm. lukt wel. Ja, er zijn ja, beetje... mensen die zeggen: Ik wil het proberen. En dat is ook ja. allemaal prima. Maar ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die een EHBO-tent inlopen, even hun ogen dicht doen. En die uh, wakker worden bij de EHBO hè, en, of ja. op de eerste het ziekenhuis, omdat het lichaam gewoon. Op was. Ja. En dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Vooral in een klimaat als Florida, waar het zowel heel koud kan zijn als ontzettend warm. Ja, ja en inderdaad, ieder lichaam is anders in vocht vasthouden, in voedsel verwerken en dat soort dingen. Nou, ik had die vraag gesteld en ik had gezegd: dan gaan we terug naar die medailles. Want uh, je, hebt, uh, je, je krijgt die 42, die wordt je omgehangen. Nog net niet door Mickey, denk ik. maar ja, dat is niet. Die, 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 die krijg je. Um, maar jij hebt aangegeven van tevoren, ik doe ze allemaal. Hoe weten ze dat? Um, ja, sowieso. Um, je hebt je, hè, je nummer, dat staat er allemaal op. En er worden ook wel eens foto's van, uh, van jou gemaakt met je nummer. Zodat ze weten dat jij echt bij dat nummer hoort. Het is niet opeens de volgende dag een andere... <laughs> Iemand anders is. Ja. En uh, als jij uh, de dopie hebt, dan uh, krijg je sowieso eerst, hè, net als iedereen, krijg je een marathonmedaille. En dan word je doorgeleid naar een andere tent. En daar worden de mensen die goofy zijn, dus die de half en hele rennen, of de mensen die alles hebben gerend, dopie zijn, die worden daarna binnengeleid. Dan wordt je nummer gecontroleerd en dan krijg je je medailles. Dus niet op het grote terrein... Naar Is een andere, een andere tent door. andere tent door, ja. Ja, en dan mag je doorlopen en krijg je net als in Parijs al je snacks, die daar uh, lekker met uh, nepkaas gevuld zijn en pretzels. <laughs> en dan uh, ja, krijg je zelfs voor de hele marathon finisher oren. Echt? Ja. Daar betaal je ook gewoon voor. Die krijg je daar uh, als je de marathon rent. Nou, ja, wel leuk. Extraatje. Ja. Ja. Um... Die, 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 die 42 krijg je, diezelfde dag krijg je dus de, de andere twee nog erbij, de Dopey en de Goofy. Mm -hmm. Maar ik heb jou zien staan op een foto met ze allemaal om. Had je die meegenomen in je rugzakje tot je die dag dat nog kon doen, of heb je dat op een later moment... Uh... Ja, ik wist altijd, uh, in Amerika spreken ze altijd over Medal Monday. Uh -huh. Dan is de maandag dat je medailles laat zien, um... Nou, de dag zelf van de marathon zijn wij, uh, hadden we s'avonds reserveringen bij uh, uh, Skippers Canteen. Dat is vlak bij uh, de Jungle Cruise Attractie. Okay. Uh, ja, natuurlijk. Dan uh, draag je de hele tijd in je park uh, draag je, je doppie medaille. En iedereen feliciteert je de hele tijd. En dat is. Ja, dan, dan voel je, je echt een winnaar alsof je een hele grote race hebt gewonnen. Maar ja, iedereen heeft dat en je feliciteert elkaar. En... Nou ja, niet iedereen heeft die dopie. Nee, maar iedereen feliciteert. Of je nou de vijf kilometer okay. om hebt, of de halve marathon, of de hele, of wat dan ook. <gacht> ja. Maar iedereen um, heeft die uh, medailles om en die feliciteert elkaar. Uh, maar ja, nogmaals, dan we komen we weer terug op. Je bent wel ontzettend trots als je <laughs> mensen met deze medailles ziet, of dat je zelf loopt met het hoogst haalbare. Ja. Ja, en de maandag zijn we het park in gegaan. Ja, en dan uh, hebben ze allemaal meegenomen. En dan zie je ook iedereen voor het kasteel. Foto's ja, maken met ja, ja. al die medailles. Maar er komen ook mensen naar je toe. Uh, vreemde mensen die je helemaal niet kent. En die zeggen, ja, mag ik met jou op de foto? Want uh, je hebt al die medailles gehaald. Of hoe komen jullie daar aan? En vooral als je uh, nog iets langer blijft. Ja, dan komen natuurlijk ook weer de andere toeristen. Heel veel renners gaan ja, natuurlijk ja, naar het weekend ja. weg. En als je dan nog met die shirts loopt of, of met je medaille, Ja, het liefst heb je hem natuurlijk de hele week om... Maar als je dan foto's weer ergens maakt, dan komen mensen toch het vragen wat dat is en hoe je daaraan mee kunt doen. En heel veel mensen die dus helemaal niet weten dat het überhaupt bestaat. Maar ja, die medaille, je voelt je zo ontzettend trots als je daar gewoon de hele tijd mee loopt. Ja, nou, terecht ook. Ik bedoel, kijk, kijk in, in hoe je dit hebt bereikt en hoe je daar, hoeveel werk je daarin stopt om het te bereiken. Want we hebben het heel kort eigenlijk over, over je training gehad. Mm. Uh, maar dat is gewoon ja dagelijks bezig zijn met dit als doel stellen en daar daarnaartoe blijven werken uh, om het te kunnen halen. Het is gewoon niet, ik, ik ga een maandje doen, dat komt me goed. Nee nee dat, is, dat, uh, nee, nee, dat is inderdaad een traject... Uh, nee, dus je mag er echt heel trots op zijn. en, en ja, terecht. Uh, uh, dit, dit is, dit is een, 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 een pad, een traject dat, dat niet iedereen is gegund. Uh, uh, gewoon vanuit de fysieke kant niet ge gezien. Uh, ik had net al een paar keer gezegd... dat ik er nog wel op terug wilde komen. Niet als positief of negatief, maar gewoon als een fact. Je zei het al, het is niet goedkoop. Nee. Uh, Disneyland Parijs uh, vraagt geld voor mee te doen aan de run. Mm -hmm. Daar krijg je een shirt voor, daar krijg je de medaille voor. Dat is eigenlijk waarvoor je betaalt. En nog een stukje deelnemersgeld. Hoe meer je dat doet, hoe duurder het wordt. Dat je denkt, het mag ook goed, goedkoper worden, maar dat doen ze niet. Um, um, dus je, je betaalt letterlijk voor dit allemaal te krijgen hè? het is niet dat je het van hun krijgt dit nee, is nee de, dat betaal je de, betaal voor betaal ja. je. maar die Amerikanen wonen daar ja, <laughs> die, die ja. pakken de fietsen en die fietsen daarheen jij moet nog vliegen, hotel uh, uh, parkdingen ik ga het gewoon vragen wat kost het? Wat kost het om dit te doen buiten al je trainingsuren, al je energie, al je je, je kopen en dat soort dingen? Gewoon puur, als je naar Disney wilt gaan, om dit te doen. De rundopie-inschrijving, dat betekent uh, al die runs meedoen, de voeding die daarbij zit, het eten wat je krijgt, uh, medailles. Uh, de hele mik mag bij elkaar, um, is volgens mij 500 dollar. Dat hoorde je goed, ja. 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 ja, dat 80. is dus alle, alle races. Het is uh, nog steeds één op één ongeveer. Hè? 500 dollar, 500 euro ongeveer. Dus um, ja, dat is al, ja, dat is al een hele investering natuurlijk. 80 euro. Uh, 120 euro per, per run. Ja, en het is natuurlijk ja. hoe duurder. Of hoe, hoe groter de race, hoe duurder. Ja. Dus de vijfde, tiende, halve, de hele. En dan een goofy is natuurlijk duurder. En doopje is het duurste. Mm -hmm. um, Goed, dat weet je als je daarvoor inschrijft. Die prijzen zijn bekend, staat allemaal op de Run Disney side, dus we wisten dat, dat, hè, dat mm -hmm. je daarvoor gaat sparen. Maar ja, dan krijg je dan een vliegticket. Ja, goed, eh, Amerika vliegticket op dit moment. Uh, uh, wat, zal, wat zal het nu zijn? Ja, in de winterperiode, ik denk dat, dat je ook wel uh, gauw op een uh, 500 euro zit, voor een, voor een vliegticket. Mm -hmm. Ja, dan heb je nog een Disney Resort en daar zijn die keuzes natuurlijk weer in. Keuzes reuzen. Ja, en dat, uh, ja, daar betaal je nou ook wel echt flink voor. En dat uh, uh, durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen, maar dat betaal je ook wel uh, voor een hele week. Misschien wel ook een 2000, uh, 2500 euro voor. Ja, ja dat is dan nog, en de, de toegang tot, tot alle parken, inclusief hotels, uh, wat je dan voor dat bedrag... Uh, daar komen we nog apart je parken bij oh oké okay. ja en je zou als je slapen twee en um, ja wij zijn natuurlijk wel nu heel lang geweest ja ja oké okay. dus um... dus van week zal 1000 euro zijn dan ongeveer iets meer ja en dan ligt het dat ligt aan welk hotel ja, natuurlijk tuurlijk, maar, maar ik wil beetje... ik wil wel um... De vergelijking maken. Want als je hier natuurlijk al een heel renweekend in Parijs boekt, ben je ook al ongeveer een, in een Disney Hotel mm -hmm. 1000 euro kwijt. Dus ja, Amerika is nog wat duurder en wat groter. Ja. En. Dus ja, daar betaal je ook die prijzen voor. Ja, en dan komt er natuurlijk nog een stukje bij waar je een keuze in hebt. Wil je een huurauto of niet, bijvoorbeeld? Uh, doe je alles inderdaad met de bussen daar? Wil je, je nog... een fotopas? Hè, dat alle foto's <laughs> onderweg gemaakt worden van je. Uh, wat voor tickets wil je als je naar de parken gaat? Je moet nog um... eten, je moet nog drinken. Ja, dus uh, uh, we hebben in principe geluk bij ongeluk dat we een jaar later zijn gegaan. Dus we hebben daar gewoon heel goed ook voor kunnen sparen. Mm -hmm. uh, we wisten ook heel graag dat we dit wilden. Maar nogmaals, je kunt het zo duur en zo gek maken als je zelf wilt. Het enige wat vaststaat is, is die prijs voor zo'n heel pakket om te rennen. Mm -hmm. En daarna ga je kijken: ja, waar, waar, ligt mijn, uh, waar ligt mijn budget en wat voor hotel past daarbij en wat voor extra's wil ik daarbij? Ja, en dan inderdaad, de vlucht is een beetje afhankelijk van... Uh, van... Periode, maatschappij, ja. 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 En één tip, ja goed, wij pakken altijd, een of wij altijd, als wij in Amerika zijn, vinden het fijn om een huurauto te hebben. Het voordeel daarvan is, is dat wij gewoon naar de supermarkt gaan. Wij kunnen daar gewoon in de supermarkt water mm. halen, bagels kopen, salade halen. Het zijn als je iets dat, andere tarieven dan bij Disney. Precies. Als je daar naar een, een, een gewone een public supermarkt gaat, betaal je een hele andere prijs. dan dat je alles op het Disney Resort ja. koopt. Wat ook prima is. Maar dat zijn wel dingen die je dus misschien eens tegen elkaar af moet stemmen. wat je wil. Dus nogmaals, je kunt het zo gek maken als je ja. wil. Maar er zijn ook dingen die je echt wel uh, goed kunt plannen. zodat het wat minder groot uitpakt voor de financiën. Ja, maar het is, het is kijk, euh, euh, zeg dat je altijd 3K wel kwijt bent, inclusief alles. Voor een week, niet, niet voor een dag, gewoon, gewoon letterlijk voor, mm -hmm. voor, dat, voor dat. toen ga je met z'n tweeën, dan heb je misschien een beetje de kosten die je kunt splitten. Ga je misschien met vieren, dan week, maak je nog andere rekensom, om je de kosten bij. Voor de, voor de entrain natuurlijk, die is omhoog geschiet dan. Het, 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 het is uitrekenen, het is dus gewoon kijken van oké, okay, hoe, ja. hoe valt dit? En dat geldt ook voor, voor, voor Parijs, want ik hoorde het nu ook weer, als het nu doorgaat, verwachten ze in ieder geval dat de prijzen weer stijgen. Mm -hmm. Nou, dat helpt niet voor iedereen. Nee. Aan de andere kant, het hoeft ook niet toegankelijk te zijn voor iedereen. Dit is een keuze. Niemand verplicht je om die wens ja. te doen of allemaal te doen of wat dan ook. En niemand zegt tegen je dat je per se in het park moet slapen. Ik bedoel, nee, het heeft voor- en nadelen, zoals we het er net al over hebben gehad. Ja, ja. Het heeft een voordeel om te zeggen: van nou, ik pak misschien wel het goedkoopste hotel, maar ik heb die bus erbij en ben in ieder geval op tijd daar. Dat, 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 dat... Ja, daarom dus. Zoveel af te wegen ja. tegen elkaar. En uh, eh, nogmaals, in het hoe gek je het kunt maken, er zijn ook wel dingen. Uh, tijd kost geld. Um, soms is het ook fijn om misschien net een stukje meer geld te besteden aan iets waar je uiteindelijk wel heel veel tijd of stress uh, mee mm -hmm. wegneemt. Um, maar ja, daarin ook, als mensen daar vragen over hebben, zoek het op. Vraag het de mensen die het alles gedaan hebben. Want um, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Heel veel mensen hebben heel veel kennis al hierover. En, nou, je hebt um, net dikke twee uur geluisterd naar een ja. podcast daarover. Dus. Nee, maar daarom vraag ja. na. En als je ja. die vragen hebt, vraag het ook aan mensen. Want um, ik zou willen dat iedereen deze ervaring kon opdoen, want... Dit is gewoon iets wat je voor je leven meeneemt. Als jij doelen voor jezelf stelt en die behaal je. Ik kan je zeggen, ieder doel wat daarna komt, je mindset daarvoor. Als je weet mm. dat je dit gedaan hebt, go. Dan weet je dat alles kan als ja. je dat wil. En als je daarvoor traint. En als je nogmaals die mindset daarvoor hebt om daarvoor te gaan. Ja, want dat, dat, dat is het uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, alles wat je hier hebt gedaan is die mindset aanpassen. Die focus houden op. Oké, okay, dit is het doel. En als er een tegenslag komt van een freaking jaar, nog steeds terug, weet je, even een hoekje huilen en dan door naar terug naar. Precies. Het doel is niet veranderd, alleen de datum is veranderd. Ja. En dan ga je het dan doen. En in dit geval wat je zegt, dan heb je opeens een jaar extra sparen, wat dan nog een extra pluspunt is. Dan kun je die hele merchandise-shop wel leegkopen, als <laughs> was de helft van de merchandise-shop. Um, nee, maar het zijn wel van die dingetjes van oké. Okay, uh, voor veel mensen is het onbetaalbaar. Voor sommigen is het na het once in a lifetime. Anderen gaat het gewoon ieder jaar opnieuw doen... omdat het betaalbaar is. Omdat je misschien niet de hele vlucht, eh, vlucht hoeft te betalen. Mm. Allemaal van dat soort dingen. Want dat is gewoon voor ons als Europeaan het nadeel. Hè. Mm -hmm. Daar komt gewoon echt ja. een kostenpost ja. bij... die anderen echt niet hebben. Precies. Um, maar niemand zegt dat je de run Disney in Amerika hoeft te doen. Je kan het gewoon lekker in prijs doen. Ja. Je kunt dat voor... <laughs> volgens mij is dat honderd zoveel euro zeg maar... om een beetje een oké okay run mee te doen... Mm. Uh, pak je een goedkoop hotel erbij. De afstand van lopen is een stuk minder. Uh, um, je kunt ook zeggen: ik ga uh, naar Rotterdam toe, Amsterdam toe, uh, uh, Berlijn. Er zijn zoveel runs over de hele wereld. Ja, ja. Het hoeft niet op zo'n zo manier te zijn. Maar als. Kijk dan wat er ligt. Dat is ja. echt gewoon wat je denkt. En dan, en dan ga ik. Ja, ik weet niet. Ik ga wel een beetje richting afsluiting. Want de, de, hij blijft doorlopen. <laughs> wat super chill is. Maar ik wil niet jinxen. Um, ik heb hem niet aangenomen. De medaille. Nu kijk je weg daar, wat. Ik, dus ze wilde hem omhangen. Ik zei: Nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg: Hier mag je, iemand, mag je me duwen. Uh, dat was dus na die vijf en na de tien, alle twee. En dan kom je dan bij dat eetgedeelte. En dan kun je allemaal eten in zo'n doosje krijgen. Toen denk ik denk: Wat is er voor gesponsorde zooi? Geef me gewoon een watertje en ik ben klaar. <lacht> <lacht> maar je betaalt er natuurlijk wel allemaal voor. Ik denk: Ja. Voor de een is het dus heel belangrijk dat je een medaille krijgt. De ander is het gewoon puur alleen maar show-off. De ander die zegt, het is voor mij een herinnering. Letterlijk de fysieke herinnering. En de ander, zoals mij, die zegt, ik heb die run gedaan. Dat was voor mij het belangrijkste. Alle andere kan voor mij gestolen worden. Maar ik kijk nog steeds heel trots terug... dat ik gewoon in Disney twee runs heb kunnen doen. En hopelijk de volgende keer drie runs. Um, dus ja, het is ook gewoon: iedereen gaat er zoals we net eigenlijk twee uur hebben. Lopen zeggen: iedereen gaat er anders mee om. Vanuit de training, vanuit uh, van wat zijn je doelstellingen, hoe lang wil je daarover doen, hoeveel geld wil je eraan uitgeven, waar wil je rennen. Rennen is leuk, niet voor iedereen, maar probeer, probeer het gewoon eens een keer. En niet voor een week, gewoon langer. Ja, doe het voor jezelf. Ook alles wat je haalt, dat zeg je heel goed. Doe alles echt omdat je het zelf wil. Staal je eigen doelen en meet je niet met anderen. Als jij iets wil, ga je voor dat eigen doel. En dat kan met rennen. Um, maar ga er echt voor jezelf voor. Iedereen vergelijkt tegenwoordig in deze wereld met elkaar, vooral social media. Ja, precies. Maar het gevoel dat jij hebt, als jij je doel haalt, dat gevoel dat ik heb met maar ik het trots bij mijn ja. medailles hier ja. en die afstand die ik gerend heb, dat eigen gevoel dat kan niemand voelen alleen jij. Ja, zeker. Um, ja, ik nogmaals congrats met dit resultaat. Dat had ik online ook al gezegd. Want dat is dit is echt meesterlijk, top gedaan. Uh, wij zitten in een uh, Run Disney Nederland groep uh, op Facebook. Kun je gewoon op aanmelden en dan. Uh, mag je wel of niet toegelaten worden. Het ligt niet aan mij trouwens. Uh, uh, ja, maar kom erbij. Ja. Maar kom erbij, ja. want daar, daar krijg je uh, ook rentips. Kun je ook dingen vragen. Maar je krijgt ook, als er dus uh, runs zijn, updates van bijna iedereen die eigenlijk aan het rennen is. Want die post wel met heel veel trots uh, wat uh, zij of hij gedaan heeft. Um, uh, daarlangs is dat ook wel een plek waarvan je denkt... Uh, daar kom je een beetje met elkaar mind-like, zeg maar. Iedere week kun je daar je runs posten. Ja, ja. Uh, Motiveren. Je, inderdaad, de, de motiverende functie daarin. Want dan krijg je ook een groot verschil. Jij post bijna dagelijks een foto. Ik heb, ik heb iets gerend. <laughs> terwijl anderen zie je één keer in de week of zoals mij soms één keer in de twee weken. Tegenwoordig wel vaker. Maar de, tot, dat, tot je dan een update geeft. Dan zie je ook dat het echt niet uitmaakt. Iedereen doet het op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. Iedereen heeft zijn andere doelstellingen daarin. Dus dat helpt. Hetgene waar we niet over gesproken hebben, en, en, en wel echt een tip is om uit te zoeken, we hebben het er in het begin wel heel kort over gehad, is welke gear gebruik je? Uh, er zijn honderd verschillende soorten renschoenen... Uh, van honderd verschillende merken. Er is niks goed, niks slecht, maar probeer het uit. Geef ja. er ook geld aan uit. Mm -hmm. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om 150 euro per keer aan renschoenen uit te geven. Herkenbaar. En, en iedere keer denk ik, <laughs> ja, maar als ik op een andere sport ga, dan geef ik dat nog veel fout nog een keer uit aan. Een het aan een basketbal of, of wat dan ook. Precies, Dit ja. is jouw keer. Investeer daarin als je ermee door wilt gaan. Investeer er vooral niet in, maar dan gaat het ook vooral niet door. Want dan is het zonde van het geld. Um, um, iedere schoen is daar, daar anders in. Als het gaat om hardloopmeters. Uh, uh, ik gebruik een Apple Watch. Ja. ja. Uh, jij ook toch? Ja, ja met Mickey erop. <laughs> ja. uh, 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 dat kan, dat kan bij, bijhouden, maar je hebt ook van Garmin of van, van anderen meetinstrumenten. Sommigen die zeggen inderdaad, ik wil een, een, een vest aan hebben. De ander zegt, ik wil uh, uh, zo'n zo beltpack hebben. Mm. Echt, je, er zit zo'n dive in. Er is niks goeds, niks slechts. Maar het is zo'n uitzoekdingetje waar we nu niet dieper op ingaan. Want dat is echt voor iedereen nee, verschillend. Nog, nog een andere wereld, ja. ja en, en, je, en je hebt de Decathlon, je hebt de Euro, uh, hoe heet dat? De Euro nog iets, weet ik veel. Sport, Intersport, of weet dat? Uh, 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 en je hebt de dure uh, Nike-achtige, Adidas-achtige. En dat soort dingen. Dus ja, ook daarin zit gewoon een heel groot verschil. Maar als je denkt, nu, na nou, twee uur, ik heb eigenlijk wel zin om te gaan rennen. Probeer het gewoon. Test het gewoon. Doe het niet een week, maar doe het een maand. Plan daar gewoon, hè, wat jij in het begin ook zei, rondom je eigen dagen. Ja, Misschien precies. is het gewoon vier keer op een zondag en de rest van de week doe je helemaal niks. Ook goed. Um, en probeer het gewoon uit. Probeer korte afstanden. Niemand zegt dat je door 21, 42 in één keer moet, moet rennen binnen een speciale tijd. Pak gewoon van boom tot boom, van lantaarn tot lantaarn. Uh, handje netjes omhoog steken als je verstopt. Of goed om je heen kijken. Of zoals mij, pak die shit, blijf wel rennen. Um, uh, dus ja dat, is, ja, dat is eigenlijk wat ik nog wil meegeven. Maar de afsluitende woorden zijn natuurlijk aan jou. Dus ik, uh, ik leg mijn microfoon neer. En jij mag nog wat uh, zinnigs zeggen tegen de luisteraars die dit helemaal vol hebben geluisterd en denken, die schrik is ook weer lang weg geweest. Ja, dat klopt, ik heb ook andere, <laughs> af <en toe> andere <laughs> dingen te doen. Ik vind podcasten maken ook steeds heel leuk, uh, maar ja het lukt gewoon niet op een regelmatige basis. Daarom, uh, subscribe, uh, gedoe, uh, dat soort dingen. Dan weet je in ieder geval wanneer er een nieuwe podcast online staat. En uh, nou, de laatste woorden, ja. ja het enige wat ik kan, kan zeggen is dat als je een doel stelt voor jezelf en je wil dat echt halen en je voelt dat in iedere ader. Um, ga ervoor. Maak een schema, maak een plan. Hou je aan het plan. En dan zul je zien dat je uiteindelijk ook echt dat doel gaat halen. En als je dat doel haalt, dan is alles mogelijk. Dus um, trek de rentschoenen aan, naar buiten toe en uh, ren je rondje. Ja, ik ging niks meer zeggen. Doei. <laughs> Dankjewel.